Joep. Ja, dames en heren, we gaan bijna beginnen. Bijna beginnen. Maak uw zin af, alstublieft. We gaan een serieus onderwerp behandelen vanavond, maar laten we hem gezellig beginnen met een applaus. Voor elkaar en voor Pakhuis te Zwijgen en een beetje voor mij. Yeah. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Gezellig, dank je wel. Ben ik goed te verstaan? Ja, hè? Volgens mij wel. Mooi. Mijn naam is Remo Landegent. Ik ben de gastheer van vanavond, de avondvoorzitter. Helemaal uit Rotterdam. De Amsterdamse dagvoorzitters waren op. Het is mijn eerste keer in Pakhuis de Zwijger. Ik vind het een eer om hier te mogen staan, hier in de penthouse. En nou, hartelijk welkom bij Plastic What Else, het symposium over plastic. Het is het enige Engels wat we vanavond gaan zien en horen, denk ik. Somebody doesn't speak Dutch. Gelukkig maar. ja, welkom in Pakhuis de Zwijger. Het is de week van de circulaire economie. Die loopt vanaf vandaag tot en met vrijdag. Er zijn talloze evenementen in heel Nederland. Zo ook in Blue City, daar werk ik onder andere voor. Hier in Pakhuis de Zwijger zal ook vast het een en ander gebeuren rondom de week van de circulaire economie. Ga naar de website als je deze week nog meer inspiratie wil op circulair gebied. En vanavond gaan we het dus hebben over plastic. Ja, en dit programma is ontstaan door een groep studenten van de UvA. En ik zou graag naar voren willen hebben Ilse Niesen. Laten we haar ook verwelkomen met een applaus. Zo. Yes. Heel leuk. Eerste event volgens mij, tweedejaars studenten. Van welke studie? Future Planet Studies van de UvA. Dit hebben we met z'n zessen. Oh, ja, het was, sorry. Helemaal goed. Dit hebben we met z'n zes georganiseerd en onze club die zit daarachter. Jongens, als jullie er gaan staan. Ja, het is echt geweldig dat we hier met zo'n grote zaal kunnen staan. Echt heel tof. Ja. Tweedejaars Future Planet Studies. Je kan je wel voorstellen waar die studie over gaat. Hoe zijn jullie op dit onderwerp gekomen om dit te organiseren vanavond? We hebben een paar vakken gevolgd, die gingen over voedsel. Dus de bedoeling was dat we een systeem in de voedselindustrie met een probleem zouden gaan bekijken. Dus wat wij hebben gedaan is plastic verpakkingen rondom voedsel bekijken, omdat die een heel groot deel daarvan in de oceanen belandt en uiteindelijk in vis en in mensen. En dat was best wel een probleem in de voedselindustrie. Dus wat we wilden proberen is kijken hoe kunnen we dan het plastic van tevoren al vermijden, zodat het niet in de oceanen hoeft te komen. En dat wilden we dan proberen met een informatieve avond, zoals deze. Om zo mensen te helpen, de consumenten vooral, om te kijken hoe kan je nou eigenlijk dat plastic vermijden wat in supermarkten zo ontzettend aanwezig is. En dat is waar deze avond om draait. Bueno, heel goed gedaan. Mooi programma samengesteld. Volgens mij is Week van de Circulaire Economie, dat was toevallig, of niet? Ja, dat was heel toevallig. We hebben niet specifiek op geduld. Maar het komt perfect uit, dus dat is mooi. Ja. Nou, eerste keer, eerste event denk ik. Eerste groot event voor jullie in Pakhuis de Zwijger. Volle bak, complimenten, grote complimenten. En veel plezier vanavond. Want we hebben een fantastisch sprekersarsenaal. We hebben een stichting, een multinational, de grootste zuivelcorporatie, coöperatie van Nederland. De overheid is aanwezig, de gehele overheid. Een start-up en een beweging. Dus nou ja, het is volgens mij een heel mooi, vol en serieus programma. Dus goed gedaan nogmaals. Ik wil even de stemming peilen in de zaal. Even beginnen met een korte poll. Even kijken, die vragen zijn voor mij opgesteld. Wie gebruikt er wel eens plastic? Ja. Wie gebruikt er nooit plastic? Misschien is dat een... Nee, precies. Wie zou graag minder plastic gebruiken? Dat is een beetje een schot voor open doel dit, jongens. Anders zat je hier niet natuurlijk. En wie vindt dat hij al op de goede weg is om minder plastic te gebruiken? Ja? Waarom vindt u dat? Nou, ik probeer zo min mogelijk plastic. Dus ik koop niet in de supermarkt. Oké, niet in de supermarkt kopen. Eerste goede tip. Mooi, nou fijn dat jullie er allemaal zijn. Vanavond gaan we met elkaar het probleem en enkele oplossingen bespreken. En hopelijk komen we hier wijzer uit dan dat we binnenkwamen.
We gaan beginnen. Voor het programma hebben we 5 sprekers. Eerst 3 sprekers, dan pauze, dan 2 sprekers. En na elke presentatie is er een korte vragenronde. Dus vragen staat vrij hier in Pakhuis de Zwijger. Plek voor gesprek natuurlijk. We gaan beginnen met spreker 1, Karel Berenvenger, oprichter van By the Oceans We Unite. Een stichting die droomt van een wereld waar geen plastic meer in de natuur terechtkomt. Een wereld met gezonde oceanen en dieren waar we als mensen gezamenlijk datgene beschermen waar we allemaal vandaan komen, onze oceanen. Laten we hem verwelkomen met een applaus, Karel Berenvenger. Ja, is goed. Eerst presentatie, jij start hem in en Kjuri. Of jij start hem zelf in. Oké. Succes. Dankjewel. Check. Hij trilt zelfs. Goedenavond allemaal. Dankjewel voor de uitnodiging. Te gek dat ik hier mag zijn. En de komende 20 minuten jullie mag vertellen over microplastics in onze wateren. En dat is heel veel, kan ik jullie vertellen. Een beetje het slot alvast verklappen. En kort over onze stichting By the Ocean Unite, wat wij daaraan doen. Beginnen bij het begin. Mijn naam is Karel Berenvenger. En nogmaals, ik ben een van de oprichters van de stichting By the Ocean We Unite, waarmee we al zeilend onderzoek doen naar microplastics in tegenwoordig alle Europese wateren. En deze zomer ook internationaal richting de overkant van de Atlantische Oceaan. En daarmee nemen we eigenlijk mensen uit alle lagen, alle sectoren, overal mee vandaan om hen dat zelf te laten ervaren, die microplastics. En dat doe ik de ene helft van de week. En de andere helft van de week ben ik projectleider bij We Are Nature, een collectief aan ZZP'ers. Met wie we projecten ontwikkelen om voornamelijk voor gemeenten en bedrijven hen te helpen door middel van participatie en praktische oplossingen hun plastic footprint te verkleinen. Dus ik ben de hele week bezig met dit thema. En gelijk om jullie vraag te beantwoorden, word je er moedeloos van? Nee, helemaal niet. En dat komt omdat ik me de hele week hiermee bezig ben, dus ik kan er prima van slapen, hoe groot het probleem ook is. Kort over mezelf, waarom ik vind het fantastisch om in dit veld te mogen werken. En dat is, heeft denk ik te maken met het feit dat ik gigantisch gefascineerd ben door water en vooral alles wat daarin leeft. En dan met name haaien. En dat begon denk ik toen ik heel klein was en mijn vader mij altijd meenam vissen. En ik vond het interessant om te zien wat er in die kleine slootjes rond onze huizen zwom. Ik mocht de vissen zelfs thuis in bad doen. En daar uren naar kijken. En daarna ging mijn moeder gewoon in bad. Wel omgespoeld overigens. En ik heb me laatst laten vertellen door mijn vader dat na zijn dag vissen bijvoorbeeld, dan stond hij aan het stapelbed, aan de rand. Ik lag bovenin, mijn zusje onderin. En dan zei de jongen, kan ik nog wat voor je doen? Zei ik, pap, wil je alsjeblieft hi zeggen tegen me? Hij zei, nou, is goed. En dan stond hij daar met zijn grote kop en dan zei hij, hi. En dan werd ik super gefascineerd en ontzettend bang tegelijk. Ik dook onder mijn kussen en dat duurde even. Na een halve minuut kwam ik eronder vandaan en dan vroeg ik, nog een keer, of zei ik, nog een keer. Na 3 herhalingen ging ik dan vaak helemaal moe, maar voldaan slapen. En dat is eigenlijk niet meer anders geworden, ja, behalve dan dat mijn vriendin dat dan nu niet meer doet. Maar die fascinatie is alleen maar gegroeid. En ik ben gaan duiken, ik ben gaan freediven, ik ben gaan surfen. Dat is vrij frustrerend als je liever onder water bent. En nu in mijn huidige leven ben ik gaan zeilen in mijn werkend bestaan. Met het duiken, hier een foto van mij in de Grevelingen vorig jaar met super goede onderwaterfotograaf Cor Kuijfhoven. Ik ben heel blij dat ik kan duiken in een plastic wetsuit en dat al mijn materiaal zo bestand is tegen zout water, et cetera. Dus ja, het is een fantastisch materiaal. Laten we dat vooral met elkaar niet vergeten. Niet alleen in de duiken, maar ook in de bouw, in de transport. Ik hoef het jullie niet te vertellen. In alles. En klein uitstapje naar de priovogel. Voor deze vogel is het misschien nog wel mooier dan voor onszelf. Want deze mannetjes gebruiken om vrouwtjes te imponeren hele kleurrijke nesten. En zoals jullie zelf kunnen zien, met de komst van plastic namen de paringskansen van de mannetjes priovogels aanzienlijk toe. Dus zij zullen blij zijn, maar hier zijn we natuurlijk allemaal wat minder blij mee. Plastic soep, wat in dit geval begint in de Leiden, de prachtige stad waar ik woon, een soort klein Amsterdam. Laten we hopen dat de toeristen gewoon hier blijven. deze foto heb ik een keer gemaakt op een willekeurige dag. Dat plastic wat je net zag in de grachten stroomt mogelijk naar de Noordzee. En dat komen wij dan weer in dit soort vormen tegen in alle wateren die we bevaren. Rivier, meer, zee of oceaan. En daar zitten dan mogelijk ook weer vezels tussen van mijn wetsuit. En afgebroken stukjes plastic van mijn vinnen. Dus ja, we hebben een probleem. Wat is er nou precies aan de hand en hoe gaan we dat met elkaar oplossen? Daar had deze
zeezeiler, kunnen jullie het ook goed zien? Deze zeezeiler Thomas van Tiel, die had er wel een idee over. Toen hij in 2014 zijn grote droom aan het waarmaken was, dat was namelijk al zeilend de Atlantische Oceaan oversteken. En na 10 dagen, midden in die blauwe woestijn, zoals hij dat zo mooi kan zeggen, dreef daar een plastic flesje langs zijn boot. Hij had nog 11 dagen te gaan voordat hij weer land zag, dus hij vroeg zich af hoe in godsnaam kan daar afval drijven van mensen. Nou, zijn ogen waren geopend en hij besloot zijn tijd te wijden aan het beschermen van zijn geliefde oceanen. En er was volgens hem geen betere manier om mensen te bewegen dan door ze dezelfde intense ervaring te bieden zoals hij die had gehad, namelijk in die prachtige wildernis zijn, op zee of een ander water, en tegelijkertijd geconfronteerd worden met plastic, zoals hij dat had. Dus hij besloot in 2016 een stichting op te richten, By the Ocean We Unite, een zeilboot te regelen ergens en gewoon maar te gaan varen en te gaan onderzoeken wat er nou is en mensen mee te nemen in zijn verhaal. Ik leerde ze in die tijd kennen, ik ben aangehaakt en de eerste expeditie naar Noorwegen was eigenlijk tot onze grote verbazing echt een gigantisch succes, althans voor ons. We zetten een uitgebreid wetenschappelijk onderzoeksprogramma op, internationaal gestandardiseerd. We deden ontzettend veel onderzoek, er werd een symposium ter ere van onze komst georganiseerd in Noorwegen. We hebben voor veel instituten andere samples genomen dan we in aanvankelijk van plan waren. We gaven lezingen onderweg, beach cleanups langs de route. We haalden superveel nationale en internationale media, met als hoogtepunt de voorpagina van de metro hier in Nederland. En primetime, 's ochtends bij Giel Beelen in de uitzending. Dat was te gek, maar dikke tip voor iedereen. Nooit je primetime, eerste zendtijd, primetime plannen als je midden op een zee zit. Want de inhoud was zeg maar niet heel sterk, maar de ruis wel heel groot. Maar voor ons was het episch natuurlijk. Ik bedoel, we hadden het voor elkaar. En daar hebben we verteld wat we tegenkwamen, gigantische hoeveelheden plastics. Ja, we hadden een aantal mensen bereid gevonden zelfs om te leren met ons, om deel te nemen, om een plek te boeken aan boord. Dus we kwamen terug en we dachten, we hebben iets in handen. We hebben dat uitgebouwd. Nu zijn we 3,5 jaar verder. We hebben 5 van dat soort grote expedities over onze zeeën gevaren. Noordzee, Oostzee, Atlantische Oceaan ook een stukje. We hebben vele tientallen korte expedities over het wat. Nederlandse rivieren en meren gevaren met bedrijven, overheden en consumenten. We geven heel veel lezingen, we komen heel veel op scholen. We hebben een groot team aan wetenschappers, waardoor we een volledig en genuanceerd verhaal kunnen en ook heel graag willen vertellen. En we zoeken graag de samenwerking op met alle partijen om samen te ontdekken wat er nou precies aan de hand is, waar de bronnen liggen en hoe we dat met elkaar kunnen aanpakken. Dus wat is er nou precies aan de hand? Plaatjes heb ik gejat hoor, van het internet. Wat is er nou precies aan de hand? En wat vinden wij nou op zee en hoe doen we dat? Nou, dat doen we als volgt. Dat is eigenlijk heel simpel. We gooien een net overboord aan een touwtje, wel. Die slepen we een half uur door het water. Dat is wat de methode voorschrijft. Dat net heeft een bepaalde maasgrootte, dus we filteren in feite het water. En als we dan het net weer ophalen, dan scheiden we de inhoud, organisch materiaal en plastic. Dit is waar we geweest zijn. De donkere plekken, hoe donkerder de plek, hoe meer plastics we gevonden hadden. Dit is waar we de afgelopen jaren onder andere gevaren hebben. Ontbreken nog een paar stipjes op rivieren. Dan wat cijfers. Om even de omvang te schetsen. De expeditie naar Denemarken, 1,5 jaar geleden alweer. Dit is het aantal keer dat we gesampled hebben, dus het net naast het schip hebben gehangen. Dit zijn het aantal deeltjes plastic. Groter dan 1 millimeter, want we meten niet kleiner, per vierkante kilometer oppervlakte water. Dus we slepen dat net door het water, nou, dat ligt ongeveer 20 centimeter diep, maximaal. Daarin meten we, en je kunt dus zien dat we op een bepaald stuk, dit was nog een stukje Noordzee, net boven de Waddeneilanden, vonden we, als je dat dan doorberekent naar een vierkante kilometer, meer dan 30.000 stukjes plastic, alleen in het oppervlak. En dan moet je meenemen dat wetenschappers zeggen dat wellicht 99% van alle plastic in zee aan het zinken is, al gezonken is of wellicht is ingeslikt door organismen. Dus wat wij vinden is wellicht het topje van de ijsberg. Nog wat cijfers van andere expedities. In eerdere jaren. Noorwegen, Schotland, Kanaaleilanden zijn we heen gevaren. Deze wil ik even uitlichten. Voor de kust van Frankrijk, voor de kust van Normandië.
vonden we op één plek twee keer achter elkaar 130.000 stukjes plastic op een vierkante kilometer. Het was eigenlijk een soort kleine vortex waar allemaal organisch materiaal samenkwam en dus ook heel veel plastic. Een soort hele kleine gyre zou je het ook kunnen noemen. Ook op de Waddenzee hebben we gigantisch veel tochten gevaren, zoals ik al zei, met als grote uitschieter bijna 100.000 stukjes op een vierkante kilometer. En dat was best wel verbazingwekkend, omdat weinig water spoelt er in en eruit. Maar zelfs daar zit dus gigantisch veel plastic. Overigens moet ik van de biologen zeggen, anders krijg ik op mijn kop, dit zijn geen gemiddelde en hier kun je ook nog geen conclusie uittrekken, maar feit is dat dit spul wel in zee drijft. We hebben ook op rivieren gevaren. Op de Maas en het IJ waren onze eigen expedities. Nou, jullie kunnen de cijfers zelf zien. Dit gaat ook over stukjes plastic per vierkante kilometer. Op de Waal afgelopen jaar met de Plastic Soup Foundation tijdens World Cleanup Day. Waarmee we op het NOS-journaal nog ons verhaal mochten doen. Op de Thames met een organisatie die interculturele jongeren uitwisselingszeilreizen organiseert. En ons tegenwoordig inhuurt voor het programma aan boord. En afgelopen jaar ook op de Rijn met Greenpeace voor een Plastic Monster Ship Tour. Wellicht gezien dat ze de hele Rijn op zijn gevaren. Daar hebben we onderzoek gedaan in samenwerking met de NIOS, maar die samples worden nog onderzocht naar plastics kleiner dan een millimeter zelfs. Maar feit is dat we daar ook plastic hebben gevonden, uiteraard. Dus dat is er aan de hand. Qua aantallen, dat hebben we al met elkaar vastgesteld. En dit is dus hoe mensen heel lang hebben gedacht dat het plastic probleem was of eruit zag. Bergen van plastic die relatief makkelijk op te scheppen zijn. Helaas is niets minder waar. Het zit overal. Deelt met de knopjes, zie ik. waar komt dan al dat plastic vandaan? Wat zijn dan de bronnen? Je kunt dan kijken naar de overheden, naar bedrijven, naar consumenten natuurlijk. En we kunnen allemaal naar elkaar wijzen. Maar feit is dat bij overheden zit het hem vooral, en in Nederland gelukkig niet meer, maar in open stortplaatsen en dat soort dingen. Maar ook in het ophalen van afval, het verwaaien van afval, de bijplaatsing in gemeentes waar niet goed mee om wordt gegaan, afvalinfrastructuur, samenwerking tussen gemeenten en bedrijven. Daar valt nog winst te behalen. Maya kan er vast ook een hoop over vertellen, volgende spreker, denk ik, of ergens vanavond. Wat betreft de producenten, duidelijk herleidbaar naar de bron, de pellets, de noodles, wellicht over gehoord, afgelopen tijd ook in Nieuwsuur. Miljoenen van die korrels belanden in Europa alleen al in zee. Doordat ze bij het produceren ervan, dit is het basisproduct van plastic, hè. Wordt eerst gemaakt tot dit soort korrels, dan de hele wereld over getransporteerd om dan weer omgesmolten te worden tot product uiteindelijk. Miljoenen hiervan belanden in de natuur door bij het productie en transport. Nou, duidelijk herleidbaar. En dan naar de eindgebruiker, de consument. Dan heb je het eerst over macroplastics, groot spul, wat wij bewust, dan wel onbewust, op straat gooien of in de natuur gooien of laten vallen. Er zijn natuurlijk superveel type plastic, maar vaak komen zwerfafvalrapers uit op heel veel single use, dus wegwerp. En dan heb je het vaak over verpakkingen, want die gebruiken we kort en hebben we vaak op straat in onze handen. Hier wat cijfers om dat te onderstrepen. Verpakkingsmateriaal hebben we het vooral over. En andere vormen van plastic vervuiling gaat over microplastics. En dan heb je het over microplastics die direct bij gebruik in de natuur belanden, bijvoorbeeld je balletjes in je scrub, die jij door je putje spoelt en die bij de waterzuivering er niet uit worden gehaald en terug de natuur in worden gepompt. Maar ook slijtage van tapijten, van kleding, van autobanden, maar ook van marine coatings, hè, op schepen. Dus ook wij dragen daaraan bij, waarschijnlijk met de schepen die wij charteren voor onze tochten. Wegmarkeringen, slijtstof van autobanden, gaan jullie nog veel meer over horen vanavond. Allemaal hele, hele grote vormen. Het lijkt heel klein, maar bij elkaar gaat het over miljoenen kilo's, miljoenen vezels. Nog een paar te noemen bronnen van vervuiling. Zijn peuken, sigarettenpeuken. Afgelopen oktober hebben we met een aantal mensen in 2 uur tijd 50.000 van die dingen geraapt in Amsterdam. Om maar even de omvang van het probleem te schetsen. En ik denk dat als wij morgen gaan rapen, dan halen we makkelijk 1 miljoen peuken. En dan zijn we nog niet klaar in Amsterdam. Dat beloof ik jullie. Schuursponsjes die we allemaal gebruiken, super goedkoop, maar die slijten en die vezels gaan eveneens door de waterzuivering en komen ook weer in de natuur terecht. En dan heb ik nog iets wat ik van de week vond. Ook een grote bron van vervuiling, maar dat is heel vindt niet vaak plaats. Iemand enig idee wat het is? Nee, dat zou ik ook gezegd hebben, inktpatronen. Het is in principe 1 keer per jaar dat we hier heel veel van vinden. Ja, vuurpijl is dit inderdaad. Ja.
Dus om meerdere redenen oké, dat er grote vuurwerkverboden ingesteld worden. Wat heeft het dan voor gevolgen, al dat plastic? Hoe zit ik overigens in de tijd? Ja, nog 2 minuten. Oké. Wat heeft het dan voor gevolgen? Dit. 2249 soorten in de marine omgeving die zijn hebben effecten ondervonden. Hebben wetenschappers ontdekt nadat ze allerlei onderzoeken naast de kade gelegd. En dat gaat van beperking van bewegingsvrijheid tot dieren die meeliften op plastic en op een plek terechtkomen waar ze helemaal niet horen. Fysiologische veranderingen en sterfte. Genoeg reden lijkt mij al om met z'n allen dit probleem aan te pakken. Dit zijn dan een aantal van die gevolgen. Ik raad jullie aan om dat op te zoeken via het Alfred Wegener Instituut. Veel plastic zinkt naar de bodem en dan lijkt het weg, maar dan is het nog een heel groot probleem voor benthic species, bodemsoorten. Daarvoor zien we ook relatief veel effecten bij die soorten. Wat doet het dan met onze gezondheid? Mensen, afgelopen jaar was voor het eerst de eerste Plastic Health Summit georganiseerd in Nederland door de Plastic Soup Foundation. Super belangrijk dat we daar nu onderzoek naar gaan doen, maar de conclusie is dat we het eigenlijk nog niet zo goed weten wat er met onze gezondheid gebeurt. Wie is de verantwoordelijkheid? Omdat ik en nog maar kort tijd heb en omdat het eigenlijk heel simpel is, wil ik daar kort over zijn. Volgens mij is iedereen hier verantwoordelijk voor in meer of mindere mate en heeft het niet zo zin naar elkaar te wijzen. 2 dingen die ik heel kort wil aanstippen. Bioplastics. Ik kijk even. Bullshit, bioplastics. Nee. Bullshit. Wat wil je zeggen? Ja. Laat je niet misleiden. Bioplastics, daar valt onder biobased, hernieuwbare grondstoffen, maïszetmeel, et cetera, suikerriet. En biologisch afbreekbaar, biodegradable. Maar biobased is niet per definitie biodegradable. Sterker nog, biobased heeft vaak dezelfde kwaliteiten, eigenschappen als regulier plastic van olie. Dus breekt niet of nauwelijks af. Biologisch afbreekbaar wordt tegenwoordig heel vaak gezegd over producten. Maar dat kan allerlei verschillende gradaties hebben. Namelijk biologisch afbreekbaar in de composteerfaciliteit. Dan moet je het nog steeds niet in zee gooien. Want dan moet het 60, 70 graden worden, allerlei enzymen hebben, et cetera. Biologisch afbreekbaar of land, biologisch afbreekbaar in een marine omgeving. Biologisch afbreekbaar is steeds misleidender, want daardoor denken mensen, dan kan ik het op straat gooien en dan lost het wel op. Maar dat is dus heel vaak niet het geval, want je moet het verhitten. Wat doen wij? Mogen jullie me zo overvragen na het event, wat we nu waar we staan met de stichting, wat we de komende jaren gaan doen. Ik denk dat het voor al het leven in zee, met betrekking tot plastic, tot vervuiling, was het beter geweest als plastic helemaal niet bestond. Maar goed, het bestaat. Het is eigenlijk een heel handig materiaal. Het is ook niet of nauwelijks meer te vervangen of weg te laten. Dus laten we er vooral met z'n allen goed mee omgaan. Om deze prachtige beesten een klein beetje te beschermen. Mijn haaien een klein beetje te beschermen. En als jullie nog vragen hebben, dan mag ik er misschien nog één beantwoorden. En anders blijf ik nog wel even na het event. Dus kunnen jullie naar me toe komen. Dank jullie wel. Ja, zeker. 2 vragen. Even een korte. Je zette een plaatje neer van bioplastic en van plastic recycling. Maar dat stipt je niet echt aan, volgens mij. Mag ik dat nog even doen? Ja. Oké, dat kan ook heel kort. Recycling is wat nu vaak geroemd wordt als een soort oplossing voor plastic soep. Maar we moeten met elkaar niet vergeten dat voorafgaand aan recycling een aantal stappen zitten. Namelijk ervoor zorgen dat het spul goed ingezameld wordt. En dus op een plek komt waar het gerecycled kan worden. Dus recycling is niet de oplossing voor plastic soep. Het is mooi om met het product om te gaan en niet nieuwe plastics te hoeven maken. Maar recycling betekent niet dat het ook al op die plek is waar het gerecycled kan worden. Dus laten we dat niet vergeten. Maar als je goed inzamelt, is recycling wel een oplossing? Ja, dan zou het fijn zijn om het te recyclen, want het verbranden of op een andere manier mee omgaan is zonde natuurlijk. Dus maar komen we denk ik ook later vanavond nog op terug. Dat denk ik ook. 2 vragen hebben we tijd voor, vanuit het publiek. Hi. Wie bent u en wat doet u eigenlijk? Mijn naam is Steven Logge, ik ben productontwerper. Wij maken heel veel plastics helaas, voor kinderwagens. Mijn vraag is, jullie gebruiken zo'n maaswet van maas van 1 millimeter. Toch in jullie net gebruiken jullie dus een maaswijdte van 1 millimeter. En dan gaat dus 99% of misschien wel 99,9% gaat er doorheen. Ja. Heb je ook een idee van hoeveel de plastic echt in de oceaan zit? Nee, goede vraag. Onze net heeft een kleinere maasgrootte.
veel kleiner zelfs, maar de zeven die we uiteindelijk gebruiken aan boord zijn 1 millimeter. Zodat iedereen die aan boord zit ook kan helpen met het onderzoek. En we niet allemaal door een microscoop hoeven te kijken. Dus dan maak je het burgerwetenschap, geef je iedereen eigenaarschap. Zoals ik het zei, het NIOS is nu bezig met veel kleiner meten. Andere partijen zijn dat ook op dit moment. Het probleem is zeer waarschijnlijk nog veel groter dan alles tot 1 millimeter dat wij vinden, inderdaad. Ja, ja, goede vraag. Pessimistisch verhaal. Maar goed. We kunnen er wel wat aan doen. Van tevoren vanavond. Ja, wat kunnen we eraan doen? Hij kwam er niet voor de oplossing, toch? Nee, dat is waar. Probleem aan kaarten. Ja. Nog één vraag uit het publiek. Hallo. Wie bent u? Ik ben Helene en ik werk als online marketeer bij Pieter Pot, verpakkingsvrije online supermarkt. Hoorden jullie vanavond nog meer over? Ja. En ik heb wel een vraag. Kunnen wij zomaar meevaren op die boot? Zeker. Zomaar. Weet ik niet. Maar wel heel gezellig als jullie meegaan. Jullie zouden zelfs als bedrijfsuitje mee kunnen. We organiseren ook tochten waar je als individu op kunt inschrijven. Dus dat is vaak op de Waddenzee. Dat is een mooie zee om te varen. Ja, ja, heel graag zelfs. Ja. En als mensen jou vragen naar de oplossing om het oceaanplastic te voorkomen, wat zeg je dan? Ja, er is niet één oplossing. Het klinkt heel suf, maar kijk naar jezelf. Kijk ook binnen je invloedssfeer. En vergeet niet dat jij heel veel kracht hebt door ook je gemeente of bedrijven gewoon aan te spreken op hun gedrag. En als je dat op een constructieve manier doet, dan denk ik dat we best wel ver kunnen komen. Maar er is niet één oplossing, helaas. Oké, dankjewel Karel. Ja, heel graag gedaan. We gaan door naar spreker 2. En ga naar de website, daar staan denk ik de tours. Hoeveel tours zijn er dit jaar? Of hoeveel keer kan je mee? Ja, we gaan er 2 keer varen. We gaan het nog plannen. Dus website checken. Thanks. We gaan door met spreker 2. Dat is Elisa Pals van Zero Waste Nederland. Een beweging die de verspilling en de vervuiling bij de bron wil aanpakken. En zover ik weet, voornamelijk consumenten wil inspireren om hun herbruikbare verpakking mee te nemen naar de retail, naar de horeca. Een applaus voor Elisa Pals, alstublieft. Succes. Yes, dankjewel. Wie heeft de klikker? Waar is de klikker gebleven? Wie anders? Yes, dankjewel. Super fijn om hier te staan. En wat fijn om te zien dat er zoveel mensen op af zijn gekomen. Dat stemt mij positief. Er is mij gevraagd om iets te vertellen over Zero Waste Nederland en over de Zero Waste Beweging. Dus dat is de beweging die ik vertegenwoordig. Maar voordat ik dat ga vertellen, wilde ik eigenlijk een hele korte quiz-achtig iets doen. Zodat ik ook weet wie ik tegenover me heb. Dus ik ga niet met interviews met jullie allemaal doen, maar ik wilde even wat korte vragen stellen. En dat geeft mij een beetje een beeld. Gaat eigenlijk als volgt. Ik stel 4 vragen. En op elke vraag kan je ja of nee antwoorden. Ik wil jullie zo meteen vragen om te gaan staan. Als je ja mag antwoorden op de vraag, dan blijf je staan. En als je nee moet antwoorden, ga je zitten. En we doen heel snel. Ga allemaal even staan. Yes. Nou, dat is al gelukt. Oké. Eerste vraag. Het gaat allemaal over afvalpreventie. De eerste vraag. De afgelopen maand is het je gelukt om alle plastic zakken in de supermarkt of op de markt te vermijden. Dus ben je altijd voorbereid met je eigen tas. Is dat gelukt? In de afgelopen maand blijf je staan. Heb je toch onverhoopt met een plastic tas in de supermarkt in je handen gestaan? Dan ga je zitten. Oké. Yes, we gaan snel door. Tweede vraag. De tweede vraag is, wie heeft er een herbruikbare waterfles en gebruikt die ook standaard? Dus heb je in de afgelopen maand toch met een plastic fles in je handen gestaan, toch moeten kopen, toch gebruikt, dan ga je zitten. Heel goed, heel goed. Ja, dus dat is al wat meer gebruik, super.
Van de mensen die nu nog staan, wie heeft er zo'n sticker op zijn voordeur? Dus nee, nee of ja, nee. Als je die hebt, dan blijf je staan. Oh, ik weet, in Rotterdam hebben ze nu een ander soort sticker. In Amsterdam denk ik ook. Maar als je actief post vermijdt, dan kan je blijven staan, anders ga je zitten. Oké, super. Nou, er staan nog best wel wat mensen, dus dat is al heel fijn. Dan de laatste vraag. Koffie to go of kantoorkoffie? Dat komt heel vaak in ofwel een kartonnen bekertje met een plastic laagje of helemaal plastic. Wie vermijdt dat soort wegwerp koffiebekertjes, theebekertjes en heeft altijd een thermos of een gewone mok bij zich? Als het je lukt om die te vermijden, in ieder geval de hele afgelopen maand, dan blijf je staan. Als je toch koffie uit een wegwerpbekertje hebt gedronken, dan ga je zitten. Even een applausje voor de mensen die nog staan. Heel fijn. Ja, we gaan weer verder. We gaan weer verder. We gaan verder. Wat dit doet, het geeft mij een beeld van wie heb ik tegenover mij. Maar hopelijk heeft het met jullie ook iets gedaan. Ik hoorde al heel veel geroezemoes en geklets. Dat is natuurlijk heel fijn. Dat betekent dat er iets gebeurt. En eigenlijk wat ik met deze oefening ook wil bereiken, is dat je kunt nadenken over dat je heel veel in eigen hand hebt. Als consument, als student, je komt op een schoolomgeving of als werknemer, je werkt in de kantooromgeving bijvoorbeeld. Je hebt elke dag keuzes die je kan maken in de afvaloutput die je creëert. Dus dat even als reminder voor in je achterhoofd. Oké. Je stapt de supermarkt binnen en je stapt een wereld van plastic binnen. Probeer maar eens een broodje te kopen zonder plastic. Die foto van de bananen vond ik wel echt een triest dieptepunt. Die heb ik zelf gemaakt. Ik dacht, why? Dat is waarschijnlijk om de single banana's, de eenzame bananen, om die toch nog aan de man te krijgen, dat die niet weggegooid worden. Maar toch, ja, een banaan heeft al zo'n mooie schil van zichzelf. Daar hoeft geen plastic omheen. Dan zou je zeggen, dit is de situatie in Breda. Trouwens, carnaval komt eraan, dus ik verwacht heel veel troep op straat. Maar dan zou je zeggen, nou, dan gaan we meer recyclen. Dan is recycling toch een hele goede oplossing. Als we het goed scheiden, dan is dat toch helemaal prima. Maar er is ook heel veel mis met recycling. Er gebeurt heel veel dingen mee die je eigenlijk niet verwacht. En ook veel fraude. En het blijkt dus ook dat er veel Nederlands gescheiden plastic afval toch nog in Azië terechtkomt. Zoals de mensen van de Monitor, het KRO-programma, ook hebben aangetoond. Recycling is wat mij betreft geen oplossing. Maar wat dan wel? Dat ben ik. En de afgelopen 4 jaar is het me gelukt om zonder afval te leven. Dus ik leef afvalarm, bijna nagenoeg afvalvrij. Dat is niet zomaar van de een op de andere dag gegaan. Daar heb ik best eventjes over gedaan om dat voor elkaar te krijgen. En dat is eigenlijk begonnen met dit boekje. Het is een slechte foto, maar het is ook nogal een moeilijk te vinden boekje. ook foto's daarvan zijn moeilijk te vinden. Het is een heel klein boekje en daar staan alle E-nummers in beschreven. Ik had speelde een medische vraag voor mij. Ik zal jullie er niet mee vermoeien. Maar ik wilde alle E-nummers in mijn eten vermijden. En ik had dus dat boekje gekocht waarin ze allemaal beschreven staan. Ook met kleuren erbij van hoe veilig zijn die nou. En ik liep daarmee door de supermarkt en het kostte mij eindeloos tijd. En ik dacht, ik ga dat niet meer doen. Ik ga het mezelf makkelijk maken. Ik ga gewoon naar de markt. En ik nam dan zelf zakjes mee. Dat is het kruintje van mijn vader, die lekker in de tuin bezig is. En daar groeit van alles wat. En zodoende ging ik gewoon vers koken en wist ik precies wat in mijn eten zat. Maar eigenlijk zonder dat ik daarbij nadacht, produceerde ik zomaar de helft minder afval. En toen dacht ik, dat is interessant. Ik dacht dat ik al heel milieubewust bezig was. Ik had al lang geen vlees en ik scheidde mijn afval heel goed. Maar dat ik afval kon voorkomen, daar had ik eigenlijk nooit over nagedacht. Ik vertelde dat zo aan een vriendin en die zei, je moet dat boek lezen. Dat boek heet Zero Waste Home. Dit is Bea Johnson, de schrijfster daarvan. En dit is het afval wat zij met haar gezin produceert in Amerika. 2 kinderen, man, hond, groot huis, in een jaar tijd. Ja. Toen dacht ik, oké.
dat is, het is op zijn minst heel interessant dat ze dat doet. En toen dacht ik, ja, als dat haar lukt, dan zal ze vast wel iets heel slims in dat boek hebben opgeschreven. Dus ik ben dat toch maar eens gaan lezen. En dit is eigenlijk het basisprincipe waar haar boek over gaat. Recycling staat in die piramide, maar die staat vrij ver onderaan. En waar zij heel erg over schrijft in haar boek is afvalpreventie. Wat kan je allemaal doen zodat je dat afval niet creëert, zodat je het niet hoeft te recyclen? Dus refuse, reduce en reuse. Oké, uitdaging aangenomen. Ik ging ermee aan de slag. Refuse was de eerste stap. En het eerste wat ik deed was een nee-nee-sticker op mijn deur plakken. Dat was het allermakkelijkste. Heb ik en veel minder papier om weg te gooien, maar ik kom ook veel minder in de verleiding om spullen te kopen die ik eigenlijk helemaal niet nodig heb. Koffie, ik hou erg van koffie, dus die ging ik loshalen. Met mijn eigen potje kocht ik dat. En de koffie die uit de percolator komt, die ik anders weg zou gooien, dat gaat de tuin in. Dus dat hoef ik ook niet weg te gooien. Ik ging naar de boer. Ik kon daar dingen in glazen pot en dergelijke kopen. Maar ook de verpakking van de kaas. Ja, daar had ik een kaasdoek voor gekocht en kon ik zo meenemen. En de kaasboer vond het allemaal fantastisch. En ik begon ook dingen zelf te maken. Dus dit is hoe ik zelf mascara maak. Het is heel leuk om te doen. Het is heel goedkoop. En dat kleine potje, daar kan ik zo ongeveer 3 jaar mee doen. Dus dat bespaart mij ook nog eens heel veel geld. Ik geef er ook workshops in trouwens. Komende zaterdag in Plus City geef ik een workshop mascara maken. Als je geïnteresseerd bent. Oké, tweede stap. Ja. Ik moet bekennen, dit was mijn schoenencollectie. Ik had 50 paar schoenen. En wat in de piramide staat, gaat dus ook heel erg over verminderen. Minder kopen, minder hebben. Wat je niet hebt, wat je niet koopt, wordt ook geen afval. Dus ik moest ook drastisch verminderen. Ja. Ik heb heel veel spullen weggegeven. Ik heb heel veel op weggeefgroepen gezet. En daar kwamen mensen op af die mijn spullen nog wel konden gebruiken. Ik heb geprobeerd te vermijden om dingen naar de kringloop te brengen, omdat er bij de kringloopwinkel ook heel veel wordt weggegooid. En veel spullen naar de kringloop brengen die eigenlijk niet verkoopbaar zijn, dat is uitgesteld weggooien. Dus als je het kan weggeven aan mensen die het echt nodig hebben, is dat veel beter. Ja. Dus dat was de tweede stap. En het laatste waar ik mee aan de slag ging was hergebruik. De spullen in mijn huis die stuk gingen, dat zijn eigenlijk mijn lievelingsspullen. Die gebruik ik het meest, eigenlijk tot ze versleten zijn. Maar ja, als je nou niet zo handig bent, net als ik, als je niet echt goed dingen kan repareren, wat doe je daar dan mee? Daar zijn de mensen in gespecialiseerd. Dus de eerste twee foto's zijn van het Repaircafé. Hier in Amsterdam zijn er ook een aantal. En daar kan je gratis of tegen een vrijwillige bijdrage je spullen laten repareren. Dat was een pompje van het luchtbed. Ja, het kost eigenlijk niks, maar ja, weet je, als iemand het kan maken, dan hoef ik het niet weg te gooien. Zo voorkom je weer dat je toevoegt aan de afvalberg, om maar zo te zeggen. Dus, ik dacht, ik ben lekker bezig, gaat goed. Ik was 2 jaar zero waster. Ondertussen vlieg ik niet meer, maar 2 jaar geleden was ik wel nog, dat was mijn laatste vliegvakantie, was ik naar Colombia. Een heel afgelegen plekje had het moeten zijn, heel idyllisch. Daar moesten we heen, want het was regenwoud op het strand, aan het strand. Er woonden verder geen mensen. Nou, dat zou het paradijs moeten zijn. Maar deze foto's hebben we daar gemaakt. Ja. Ik doe redelijk vaak mee aan de beach clean-up. Sowieso altijd als ik op vakantie ben, dan loop ik even een rondje over het strand en haal ik alles eventjes eraf. Maar toen dacht ik, ja, hoe kan ik hier ooit nog tegen beach clean-up? Dus niet te doen, niet te doen. Je ziet hoe groot de dopjes zijn. En je ziet dus ook hoe groot die andere stukjes zijn. Dat is allemaal microplastics. Even ademhalen. Hoe doe je dat? Ik wist het niet. Ik was eigenlijk een beetje met stomheid geslagen. Maar ik wist wel dat het anders moest. En ik wist ook wat ik in mijn eigen leven doe, dat is leuk. En dat voelt misschien voor mij goed. Maar zet dat zoden aan de dijk. Te weinig. Te weinig. Dus ik kwam thuis. 3 dagen zitten nadenken en na 3 dagen dacht ik, ik ga Zero Waste Nederland oprichten. Dat bestaat nog niet en ik ga me daarop richten om dat te doen. In de tussentijd had ik al heel veel tips voor mezelf verzameld over hoe je dus zonder afval kan leven. Dus ik ben die gaan delen. Ik heb een TED Pitch gedaan en daarna de echte TED Talk gedaan.
We hebben ook een aantal plastic attacks gedaan. Dus we zijn met een groepje mensen naar de supermarkt gegaan en netjes onze boodschapjes gedaan en betaald. En vervolgens al het plastic eraf gehaald en in de supermarkt netjes gescheiden achtergelaten. Eigenlijk om het gewoon om een signaal af te geven van wij als consument zitten niet op dat plastic te wachten. Vervolgens mocht ik bij Albert Heijn en bij Jumbo aan tafel komen om dat te bespreken. Van goh, nou wat zijn dan je beste tips? Dus die hebben we onze 10 beste tips gegeven over wat zij als supermarkt kunnen doen. Een van de dingen is het lasertaggen van biologische groenten en fruit. En daar zijn ze ook gelukkig wat meer mee aan de slag gegaan. Dus dat heeft effect. Was een grote spread in de Telegraaf. Probeer wat ophef te maken over al die onzin dingen van de Albert Heijn. Die zal allemaal maar weggeven. Nu, vorig jaar waren het de bollies, maar dit jaar ging het over de huisjes natuurlijk. Vorige week nog had ik een cameraploeg over de vloer die samen met mij allemaal dingen zelf gingen maken, zero waste. Dus er komt steeds meer aandacht voor. En het feit dat ik hier mag staan, dat draagt daar natuurlijk ook aan bij. Het wordt een steeds groter geheel. Wat ik voornamelijk doe is tips geven. Sorry, dit is ook weer een slechte foto, maar als je even ons opzoekt op Facebook, dan kan je natuurlijk helemaal real life zien. We geven elke dag tips over wat je zelf kan doen om je afvaloutput te verminderen. We zijn ook actief op Instagram, dus we proberen gewoon veel tips te delen over kleine dingetjes die je zelf kan doen. Ondertussen hebben we 13.000 mensen op onze Facebook en bereiken maandelijks zo ongeveer 100.000 mensen met onze berichten. Dus dat is best wel wat. We proberen mensen ook uit te dagen. En dit was een poll die we hadden geplaatst. En de vraag was, als je nou zin hebt in sushi, dan krijg je daar heel veel verpakkingsmateriaal bij als je dat bestelt of afhaalt. Zou je dat durven halen met je eigen verpakking? 90% zei ja, dus daar was ik al heel blij mee. Maar we kregen in de comments heel vaak de opmerking, ja, maar ik wil wel weten dat ik niet verschut sta. Ik wil wel weten dat ik welkom ben om mijn eigen verpakking mee te nemen. Die drempel is best wel hoog. Want ja, wie doet dat nou? Ze zien je wel aankomen met je eigen bakje. Daar hebben we iets op bedacht. En het is super simpel. Het is een raamsticker. En die sticker, daar staat dus op, neem gerust je eigen verpakking mee. Het is een uitnodiging voor winkeliers om aan hun klanten mee te geven van, nou, het is oké als je je eigen tasje meeneemt of je eigen bakje of wat dan ook. Die sticker hangt ongeveer op dit moment op 6.000 plekken in heel Nederland. En er worden er nog steeds besteld, dus dat is heel erg fijn. Dus als jullie nou zin hebben om ze te gaan verspreiden in Amsterdam, ik heb een paar bij me. Kom ze even bij me halen. En wat er vervolgens gebeurde, ik kreeg niet alleen maar bestellingen van winkeliers, maar ook van enthousiastelingen die zeiden, doe mij er 10 of 15 en ik ga ze rondbrengen bij de winkels waarvan ik weet dat ik daar welkom ben met mijn eigen verpakkingen. Die mensen die kwamen vaak genoeg uit dezelfde plekken. Dus ik kreeg er veel van dat soort bestellingen uit Zutphen en uit Groningen en uit Alkmaar. En die mensen heb ik aan elkaar gekoppeld. Wat er vervolgens gebeurde is dat er lokale communities gingen ontstaan. Er waren er al een aantal, maar dat is eigenlijk verviervoudigd. Dus we hebben nu 43 lokale communities in heel Nederland, waar mensen lokaal met elkaar tips uitwisselen, evenementen organiseren, samen op pad gaan. En het leeft dus ook op lokaal niveau. Dit is dus ook een Zero Waste Amsterdam groep. Dus als je daarbij wil aansluiten op Facebook, doe dat zeker. Dit gebeurde op Instagram. Super leuk om te zien, dat maakt me altijd heel erg trots. En wat we dus eigenlijk willen bereiken is dat we van een wegwerpcultuur naar een hergebruikcultuur gaan. Waar het normaal is om met je eigen verpakkingen op pad te gaan. En waar het normaal is om niet meer zomaar van alles weg te gooien. Dat was hem denk ik. Ben ik er door? Ja. Dankjewel. Complimenten voor je mooie werk. Je doet veel meer dan alleen maar consumenten inspireren om hun eigen bakje mee te nemen. Het is een hele beweging natuurlijk. Ja. Is dit voor jou je fulltime job of hoe moet ik dat zien? Nog niet, maar vers van de pers. Ik heb vorige week tegen mijn baas gezegd dat ik erover denk om toch maar gewoon te stoppen met mijn betaalde baan. En me fulltime hierop te richten. Ja, het is zo belangrijk, er is zoveel te doen. Er is zoveel vraag, er is zoveel interesse.
Dus zoveel werk te doen, dat, daar wil ik me hard voor maken. Ja. Oké, mooi. Gefeliciteerd met die stap trouwens. Dank u. En hoeveel paar schoenen heb je nog trouwens? 12. Vanaf 50, hè. I'm coming a long way. Ja. So, 3/4 weggedaan. Ja, eigenlijk is duurzaam leven ook een stuk goedkoper. Hè? Je houdt een hoop geld over. Toch, mensen zeggen ja. Wel duurzaamheid, de TED Talk die ik heb gegeven, die ging over hoe je geld kan besparen met zero waste leven. En de eerste 1,5 jaar heb ik zo ongeveer €10.000 bespaard door zero waste te leven. Dus als je iets wil doen aan je budget, dan ga zero waste leven. Ja, zeker. Aanrader. Nice. 2 vragen uit de zaal, alstublieft. Ja, lekker dichtbij. Hi, ik ben Laura. Ik studeer Future Plan Studies ook. Dankjewel voor je verhaal ten eerste. Ik zie dat zero waste vooral dus mensen inspireert om verpakkingsvrij te leven. Maar ik vroeg me ook af naar aanleiding van het voorbeeld over sushi, bijvoorbeeld over het eten van vis. Want door visserij komt er ook heel veel plastic in de oceaan. Dus of daar ook aandacht aan wordt besteed. Ja, zeker. Zero waste gaat niet alleen over verpakkingen, gaat ook niet alleen over plastic. Maar het gaat over alle soorten verspilling. Dus ik eet nog wel wat vis, eigenlijk niet zoveel, maar ik eet al heel lang geen vlees. Ik vlieg dus niet meer, ik koop geen nieuwe kleding. Ik heb laatst ook een hele post geschreven, 50 tips over hoe je water kan besparen. Dus het gaat wel een heel stuk verder dan alleen maar plastic en over verpakkingen. Want dat is echt maar een heel klein deeltje van de impact die je maakt door je dagelijks leven. Ja. Dus vlees en vis eten, dierlijke producten, is zeker een aandachtspunt. Ja. Besteden we ook aandacht aan. Ja. Nog 1. Hoi, ik ben Amita. Ik doe ook Future Plan Studies. En ik vroeg me af of winkeliers niet vaak het excuus verzinnen dat ze een bepaalde maat hebben voor de verpakkingen. Of dat je daardoor niet je eigen verpakking mee kan nemen. En wat je daarvan vindt als ze dat doen. Wat ik vaker nog krijg aan excuus is hygiëne. Want als jij spullen meeneemt in je eigen bakje en het is blijkt dan bedorven, dan ga je ons aanklagen. Dat willen we niet. Dus dat soort angsten en redenen. Maar ook hoeveelheden. Hoeveelheden komt trouwens minder vaak voor. En wat ik vaker meemaak is dat ik een schepje extra krijg. Omdat ik nou eenmaal mijn eigen verpakking meeneem en dat kost hun dus een verpakking minder. Maar in essentie krijg je niet meer of minder. Ze wegen gewoon mijn verpakking, zetten de knop op 0, tara heet dat dan, tareren. En dan vullen ze gewoon het gewicht, dus het is in principe gewoon hetzelfde. Ja, dus het hoeft geen bezwaar te zijn. Maar vaak vinden ze het leuk om iets extra te geven, nou daar zeg ik geen nee tegen. Hey, en ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, ik zou het zelf namelijk kunnen zeggen. Mijn lieve Elisa, ik heb het zo druk. Ik kan niet mijn eigen make-up maken. Ik kan niet mijn eigen schoenen gaan maken. Wat zeg je tegen die mensen? Eigen schoenen maken kan ik ook niet, dus die breng ik gewoon naar de schoenmaker. Maar mascara maken kost 3 minuten werk. En in 3 minuten tijd kan ik niet op mijn fiets stappen, naar het kruidvat gaan, in de rij staan. Nee, ja, maar amandelmelk en noem maar op. Alles kan je zelf maken. Ik ken mensen die het doen, maar... Ja, het bespaart mij juist veel tijd. Ik hoef niet meer te gaan shoppen. Ik hoef veel minder op te ruimen, veel minder schoon te maken, want ik heb minder spullen. Maar ook al die dingen, tandpasta maken kost 3 minuten werk. Dus ja, je bent sneller als je het even zelf maakt dan als je naar de kruidvat gaat. Ja. Okay. Nog eentje dan. Hoi, ik ben Meike. Ik ben van de organisatie en ik stuur ook Future Planet Studies. En mijn vraag sluit eigenlijk al een beetje aan bij wat jij eerder zei over het kost tijd. En dan specifiek even op boodschappen gericht. Ik woon 20 minuten van de dichtstbijzijnde markt, bijvoorbeeld. En na een lange, drukke dag heb ik vaak geen tijd, maar ook wel, ja, eerlijk gezegd, ook niet zo heel veel zin. Om daar nog heen te gaan, heb je daar nog tips voor hoe je dat zeg maar makkelijk in je leven kan inpassen? Want ik zou dat wel heel graag willen. Ja. Yeah. Dus mijn eerste tip is altijd, als je zero waste wil gaan leven, begin makkelijk. Kijk waar voor jou de snelste winst is te behalen. Voor mij was de switch van de supermarkt naar de markt wel een makkelijke. Het is voor mij net zo ver weg. En ze hebben er best wel veel, ook brood en noten en kaas, dat soort dingen hebben ze allemaal.
Maar kijk wat voor jou makkelijk is. Misschien heb je wel een Turkse winkel in de buurt waar je heen zou kunnen gaan. Wat heel fijn is in Amsterdam is er ook een verpakkingsloze winkel die ik niet heb in Breda. Maar dit hebben jullie wel. Maak daar gebruik van. En plan het een keertje. Koop groot in. Drooggoed kan je lang goed houden. Koop groot in en hoef je daarna veel minder nog te sjouwen met al die spullen. Maak het jezelf makkelijk. Precies, dat is de beste tip. Heel erg, wat? Dus nog stickers, dus heb je zin om ze te verspreiden, kom naar me toe. En op 28 maart geven we wandelingen waar je met een gids een wandeling kan maken langs plekken waar je met je eigen verpakking terecht kan. Doe daar aan mee. Sorry. Waar is die de wandeling? Reclame? Op meerdere plekken in Nederland en ook in Amsterdam. Oké, ik zie jou zaterdag in Blue City bij de mascara workshop. De rest gaat hierheen. Succes met je missie en met je fulltime invulling van Zero Waste Nederland. Dank. Applaus. We gaan verder met niemand minder dan de overheid en Friesland Campina. Die hebben afgelopen jaar gewerkt aan het Plastic Pact. Vanuit de overheid is Maya Valstar hier aanwezig van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En ze is beleidsmedewerker microplastics en zwerfvuil. En ze werkt aan de oplossing voor de plastic soep. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Applaus voor Maya alstublieft. Goedenavond. Dit plaatje kennen we eigenlijk allemaal wel. Of het nou van het strand is, het bos of een pleintje bij jou in de buurt. Plastic wat op straat rondzwerft. Dat is een beeld waar we allemaal niet zo heel erg blij van worden. Als ik vertel op verjaardagen dat ik voor de overheid werk, krijg ik naast een hoop flauwe grappen over ambtenaren en hoe lui ze zijn. Ook de vraag, maar waarom verbieden jullie dat plastic nou niet? Dat lijkt me een interessante vraag om vanavond met jullie over in discussie te gaan en wat over te vertellen. Er zijn namelijk heel veel verschillende antwoorden op deze vraag. Ik zal nog even kort iets vertellen over wat ik doe. Ik werk inderdaad bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daar werk ik in het plastics team. En ik hou me bezig met het tegengaan van zwerfafval en microplastics. En zo draag ik bij hopelijk aan het oplossen van de plastic soep. Op deze vraag zijn een heleboel verschillende antwoorden. Een van de eerste vragen waar ik eigenlijk met jullie bij stil wil staan is de vraag, willen we plastics wel verbieden? Plastics is in de jaren 50 eigenlijk geïntroduceerd als een soort wondermateriaal. Een materiaal wat licht is, wat sterk is, wat heel flexibel is en makkelijk kan worden toegepast. En dat wondermiddel is het eigenlijk nog steeds wel een beetje. Daarom wordt het ook zo veelvuldig gebruikt. Als we nou kijken naar vanuit de overheid, is niet alleen plastic soep een grote uitdaging, maar ook de klimaatverandering. En met hoe licht plastic is, draagt het ook zeker bij aan het oplossen van het klimaatprobleem tot een bepaalde hoogte. Omdat de verpakkingen lichter worden. Auto's zijn bijvoorbeeld veel lichter geworden door de toepassing van plastics. Dus plastics verbieden als geheel misschien niet het allerbeste idee. Kunnen we plastics wel verbieden als we dat zouden willen? Ook dat is een wat ingewikkeld verhaal. Als Nederland zijn we lid van de Europese Unie. En de Europese Unie is eigenlijk in eerste instantie begonnen vanuit economische drijfveren. Het is begonnen als een vrijhandelszone. Binnen de Europese Unie maken we afspraken over bepaalde producten, over hoe die gebruikt mogen worden en welke eisen ze moeten voldoen. En de Europese Unie heeft eigenlijk als regel dat zodra er ergens milieuwetgeving voor is, je dat nationaal niet mag verbieden. Dus als we bijvoorbeeld een bepaald plastic product zouden willen verbieden en er is Europese wet en regelgeving voor, dan kan dat helaas niet. Gelukkig zijn er ook heel veel milieuwetten en regels die uit Europa komen. En Europa probeert dat ook echt te gebruiken om ons te helpen om het plastic probleem aan te pakken. Bijvoorbeeld dit afgelopen jaar heeft de Europese Commissie de Single-Use Plastics Directive aangenomen. De 10 meest voorkomende plastics die je op het strand vindt, daar heeft de Commissie wet en regelgeving voor geïntroduceerd. Bepaalde producten die gaan verboden worden, zoals bijvoorbeeld wattenstaafjes, bestek, maar ook plastic borden. Allemaal producten waar een goed alternatief voor is. Dus verboden kan zeker wel. Voor andere producten die hierop staan, zoals de foodcontainers, de sigaretten, ballonnen,
daar komt producentenverantwoordelijkheid voor. Dus producenten worden verantwoordelijk gemaakt voor de kosten van het opruimen en het inzamelen van het zwerfafval, wat ontstaat door de producten die zij op de markt brengen. Ik denk dat dit soort wet en regelgeving heel belangrijk, dat het heel belangrijk kan zijn als incentive om minder plastics te gaan gebruiken. Wij gaan het nu in Nederland ook implementeren in nationale wet en regelgeving. En hopelijk in de komende jaren komen we ook minder van dit soort producten tegen op de stranden. De vraag dus, kunnen we plastics verbieden? Dat is een beetje een ingewikkelde. Ik weet ook niet of we nou toe moeten naar een totaalverbod. Ik denk namelijk niet zozeer dat plastics aan zich het probleem zijn, maar onze omgang met plastics. Plastics die raken uit het systeem, komen in het zwerfafval terecht. En zijn eigenlijk allemaal lekstromen van plastics. Wat ik denk is dat we toe moeten naar een circulaire economie. Op dit moment, wat is dat nou precies, zo'n circulaire economie? Op dit moment bevinden we ons nog in een lineaire economie. We gebruiken heel veel grondstoffen, die halen we uit de omgeving. Bij Future Planet Studies zullen jullie daar vast en zeker van alles nog wat over gehoord hebben. Het uit de grond halen van al die grondstoffen kost heel veel energie. Is niet goed voor het milieu. We maken er een product van, we gebruiken het en gooien het vervolgens weg. Gelukkig hebben we in Nederland al een flinke stap daarin gemaakt. En wordt veel van de grondstoffen die weg worden gegooid, worden hergebruikt door recycling. Zodat je ze opnieuw kan gebruiken en we minder primaire grondstoffen nodig hebben. De droom waar we naartoe werken is natuurlijk een circulaire economie. Een volledig gesloten systeem waarbij er geen lekstromen meer zijn naar het milieu toe. En het gaat dus niet alleen maar over het recyclen en het in de kringloop houden. Het gaat ook echt over langer gebruik. Dus dat het hier vaker wordt gebruikt. Dat dingen repareerbaar zijn. En vanuit de overheid proberen we deze ontwikkeling te stimuleren. Er zijn echt honderden voorbeelden die ik jullie zou kunnen geven, maar ik beperk me vanavond tot een paar. Design is echt key voor die transitie naar een circulaire economie. Denk bijvoorbeeld aan een chipzak. Een chipzak is gemaakt van een laagje plastic met aluminium er tegenaan. Het valt eigenlijk niet meer te recyclen. We moeten onze producten dus op een andere manier ook gaan ontwerpen, zodat je ze in die circulaire economie kunt houden. Vanuit de overheid stimuleren we die transitie naar circulair design door Circo te financieren. Wij geven hen geld en daardoor is het makkelijker voor bedrijven om mee te doen aan de Circo Track, zodat ze kunnen leren hoe kun je nou je product of je dienst circulair maken. We zien voor onszelf als overheid ook een grote rol in de preventie van zwerfafval. Bijvoorbeeld door het statiegeld. Op dit moment is er statiegeld op grote flessen en op bierflesjes natuurlijk. Maar na jarenlang politieke discussie hierover komt er dit voorjaar een besluit over statiegeld op kleine flesjes. En heeft de Tweede Kamer ons gevraagd om ook eenzelfde traject te starten voor blik. Dat helpt natuurlijk heel erg om te voorkomen dat dit soort producten in het milieu eindigen. Een ander voorbeeld van preventie is bijvoorbeeld het verbod op gratis plastic tasjes. In 2016 is dat ingesteld en we zien dat dat echt tot een grote gedragsverandering heeft geleid bij mensen. Dat ze nu een plastic tasje meenemen naar de supermarkt, omdat je er anders gewoon voor moet betalen. Om die kringloop te sluiten, om naar een circulaire economie te gaan, is het ook belangrijk dat die recycling dat echt gaat verbeteren. Een van de vorige sprekers had het bijvoorbeeld over de export van plastic, apart ingezameld plastic naar het buitenland. Dat is natuurlijk niet wat we willen. Daarom investeren we vanuit de overheid echt ook in het beschikbaar maken van meer recyclingcapaciteit en het verbeteren van recyclingtechnieken. Dus bijvoorbeeld chemische recycling is nu heel erg in opkomst. En dat helpt ons om bepaalde stromen die je nu nog niet zo goed kan recyclen, om die juist ook opnieuw te kunnen gebruiken. Deze transitie, dat is niet iets wat wij als overheid alleen kunnen doen. Wij proberen ons steentje bij te dragen. Maar we zien ook dat dit is echt een grote maatschappelijke transitie die vanuit bedrijfsleven, vanuit kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en natuurlijk ook jullie. Jullie zitten hier allemaal als burgers, consumenten. Ook jullie hebben echt macht in handen om dingen anders te doen, om andere keuzes te maken. En samen kunnen we die transitie maken. Een van de voorbeelden waarop we die samenwerking doen is het Plastic Pact. Ik ben heel blij dat na mij twee sprekers komen, eentje van Unilever en Friesland Campina, die ook ondertekenaar zijn van dit Plastic Pact. In februari vorig jaar is het Plastic Pact ondertekend.
Er meer dan 75 partijen uit de hele kunststofketen. Dus zowel de producenten, verpakkers, maar juist ook de afvalverwerkers, die met elkaar zich hebben gecommitteerd aan 4 doelen. Enerzijds over het ontwerp. Dus zorgen dat je producten die je op de markt brengt zo goed ontworpen zijn dat ze recyclebaar zijn. Maar ook de keuze voor gerecycled materiaal in je producten. Zodat er een markt is voor het recyclaat wat uit de recycling komt. We willen meer gaan recyclen. En we willen ook echt gaan kijken naar minder gebruik van plastics. Hier gaat Taco zo meteen meer over vertellen. Ik wil even kort afsluiten. Oh. Hey. Er mist één slide. Ik wilde graag afsluiten met dat ik heel blij ben om hier te zijn. Om zoveel inspirerende sprekers te zien. Ik denk dat we elkaar allemaal hartstikke hard nodig hebben. Ik heb jullie kort iets verteld over wat wij vanuit de overheid doen. Maar ik denk dat het minstens net zo belangrijk is wat jullie allemaal aan het doen zijn. En daar ben ik heel blij mee. Dankjewel. Dank voor je verhaal. We gaan een kleine programmawijziging. Taco zou voor de pauze zijn, maar hij is na de pauze, want er is iets met de presentatie. Toch? Wel vragen. Ja, ja, we gaan heel veel vragen. Ik heb zelf ook heel veel vragen. Maar laten we eerst eentje uit het publiek pakken. Nou, jij hebt het eigenlijk wel over... Even voorstellen. Ja. Mijn naam is Tel de Bruin en ik ben van Future Planet Studies. Net zoals de helft hier. Jullie hebben het wel heel veel over de toekomst en over hoe jullie gaan reduceren. Maar in hoeverre neemt de overheid ook verantwoordelijkheid voor wat er al geproduceerd is en wat ook al aanwezig is in de natuur en op andere plekken? Dat is een ingewikkelde vraag. Kijk, wat er nu in het milieu ligt, dat is echt ingewikkeld om daaruit te halen. Maar we doen daar wel ons best voor, weet je. Er zit gewoon echt heel veel bijvoorbeeld in rivieren. Als onderdeel van het microplasticsprogramma gaan we bijvoorbeeld dit jaar gaan we piloten met een aantal vangarmen in de rivieren. Om te kijken of we bijvoorbeeld dat plastic ook echt uit de rivier kunnen vangen. Zodat het niet in de oceaan terechtkomt en daar plastic soep gaat worden. Dat is een van de voorbeelden. Een ander voorbeeld, wij ondersteunen actief de ocean cleanup. Om toch te proberen om dat plastic wat er al in de oceaan zit, om dat eruit te krijgen. Ja, het plastic wat er nu al is, dat is echt een groot probleem. Het is ingewikkeld om daar wat aan te doen. Dus ik denk dat het des te belangrijker is om nu actie te nemen. En ook daadwerkelijk die tap dicht te draaien. Zodat er niet nog meer plastic de oceaan in blijft stromen. Ik hoop dat dit je vraag een beetje beantwoordt. Ja, het is natuurlijk een grote taak. Wat heb je vandaag eigenlijk gedaan op kantoor? En naast dat ik vandaag op kantoor deze presentatie natuurlijk heb voorbereid, heb ik vergaderd over autobanden en het microplastics wat daarvan afkomt. We zijn in Europa aan het lobbyen voor normen voor hoeveel slijtsel er van die autobanden af mag komen. Nobel werk. Je had het al kort even over dat al die varianten van plastic. En ik weet niet precies het percentage, maar volgens mij een groot deel is niet of heel slecht recyclebaar. Is het niet, wat je begon met op verjaardagen verbieden, is het niet mogelijk om fabrikanten te verplichten om alleen maar recyclebaar plastic te maken? Nou, voor verpakkingen zijn er al wel bepaalde incentives. Het is zo dat als je als verpakker verpakkingsmateriaal op de markt brengt, moet je een bijdrage doen aan Stichting Afvalfonds. Daarmee worden gemeentes ondersteund in het opruimen van het zwerfafval. Dus een deel van de kosten worden gecompenseerd. Breng je nou makkelijk recyclebare verpakkingen op de markt, betaal je een lager tarief dan wanneer je heel moeilijk recyclebare verpakkingen op de markt brengt. En werkt die maatregel? Dat moeten we nog uitproberen. Oh. Dat zijn we nu aan het uitproberen, ja. Ja. Ik had ook een vraag eigenlijk over het... Oh, sorry. Ja, me voorstellen. Sorry, ik ben Tessel. Ik werk bij BIT, een tech-startup. Ik had een vraag over de informatievoorziening rondom recyclen. Want in elke stad of gemeente is het eigenlijk al anders. En eigenlijk merk dat ik helemaal niet goed weet, als burger die er best wat interesse heeft, hoe je goed kan recyclen. Neem je daar ook een rol in als ministerie? Maar heb je het dan over afval scheiden zelf of over de recycling? Meer het afval scheiden, eigenlijk toch? Het scheiden, ja. Maar ook
Ja, dus eigenlijk wat er met recycling gebeurt en in hoeverre je echt iets kan recyclen. Dus de informatievoorziening voor beide. Ja, over afvalscheiding. Hoe dat in Nederland is geregeld, is er is een landelijk afvalbeheersplan. Daarin staan een aantal doelen opgeschreven per afvalstroom. Hoeveel daarvan gescheiden moet worden. Dat zijn eigenlijk een soort doelen die wij vanuit het Rijk opleggen aan gemeentes. Gemeentes zijn zelf vrij om, naar aanleiding van hoe hun lokale situatie is, om keuzes te maken in hoe ze afval inzamelen. Of ze kiezen voor voorscheiding of nascheiding. Welke stromen ze inzamelen. Dus wij geven het kader mee van hoeveel ze moeten en van welke kwaliteit dat moet zijn. En een minimum aan een aantal stromen wat ze moeten inzamelen. En vervolgens is het aan de gemeente zelf hoe ze dat organiseren. Dus daarom zie je wel wat lokale verschillen. Dat helpt niet echt. Als je zelf goed wil scheiden, kun je bijvoorbeeld kijken bij Milieu Centraal. Die hebben een afvalscheidingswijzer. Dat helpt mij in ieder geval altijd heel erg. Als ik aan het twijfelen ben van oh, wat moet ik nou met mijn afval. Maar het allerbeste is natuurlijk nog afvalpreventie. In Rotterdam werden laatste oranje plastic verzamelcontainers weggehaald, omdat ze gingen nascheiden. Ja. En mijn ouders wonen in Schiedam, dat is naast Rotterdam. En daar werden rond diezelfde maand werden plastic afvalcontainers huis aan huis verdeeld voor aparte inzameling. Denk ik hè? Ja, dat is echt de afweging van de lokale overheid. Ja. Nog één vraag. Nou ja, twee. Het is super, super interessant. Ik ben Anje Roeraar, ik ben wat ouder, ik studeer niet meer. Dus ik kom uit, ik heb wel gestudeerd, maar ik kom uit de omgeving Den Haag. En wat me eigenlijk opvalt, ik probeer al langer zero waste te leven, dus ik ga heel vaak naar markten. Ik was zaterdag op de Haagse Markt en het hangt vol met plastic tasjes. Ja. En iedereen neemt zijn pakje kruimunt of alles per zakje in, gewoon alles in één zakje. Ja. Ik begrijp niet als die plastic zakjes in de supermarkten verboden zijn of je moet ervoor betalen, dat daar de markt vol hangt met plastic zakjes. Ja. Nee, en echt, waarom geen niet voor een euro? Ja, nee, dat is. Die allerdunste zijn niet belast, toch? Ja, nou ja, in de regelgeving zijn die zijn plastic tasjes die echt gebruikt worden als voedselverpakking. Stel je voor, je gaat naar de slager en je hebt daar een zakje om je gehakt heen. Die zijn uitgezonderd van het nationale verbod. Helaas. Ja, ik weet het. Ja. Iets om morgen mee aan de slag te gaan, Maya. Nog eentje hier. Hi, ik ben Jorik, ook uit Den Haag. En je gaf zelf aan dat het verbod op die plastic zakjes dat het eigenlijk best wel goed gewerkt heeft. Is dit opmaat naar een verbod bijvoorbeeld op to-go bekers? Nou, die subrichtlijn die ik liet zien. Die heeft dus, wacht, kijk, hoe kan ik daar naar terug? Ja. Oh. Niet te snel. Ja, hier, de subrichtlijn. De subrichtlijn zegt ook iets over bekers. Daar wordt in ieder geval, komt daar producentenverantwoordelijkheid voor. Maar er komt ook een nationale doelstelling. Dus wij zijn als lidstaat zijn wij opgedragen door de Europese Commissie om met een preventieplan te komen. En er is ook echt een significante reductie van het gebruik van het aantal to-go-bekers te realiseren. Dat is een uitdaging waar we echt nog mee aan het puzzelen zijn. De commissie heeft alleen maar gezegd, jullie moeten zorgen voor een significante reductie in het gebruik daarvan. En veel succes. Dus we zijn nu aan het bedenken hoe we dat gaan realiseren. Maar mochten jullie daar ideeën over hebben, kom vooral zo meteen langs in de pauze. Alle suggesties zijn van harte welkom. En als laatste sigarettenpeuken, statiegeld, is dat realistisch of niet? In Duitsland is er wel laatst een petitie voor geweest. Maar ik verwacht niet dat wij in Nederland naar een statiegeldsysteem gaan, helaas. Oké, applaus voor Maya, dankjewel Maya. Ze is hier nog even, dus de vragen die nog openstaan, die kan je nog stellen. We gaan even naar een korte pauze. Vergeet niet, nou je kan er niet omheen, er is daar een markt met 4 ondernemers. Little Plant Pantry, Do It Yourself So, Plastic Free Amsterdam en Sustainabox. En Pieter Pot trouwens. Beneden is denk ik drinken halen, of niet? Ja, beneden is drinken halen. Dan over een minuut of 10 à 11, dan gaan we weer verder. Tot zo.
Dankjewel, dankjewel. Ja, ik ga wel. Wat is het beste bruikbare product van de toekomst? Niemand meer komt bij iets vertellen. Die heeft kennis gevaar. Wij kennis is het geen duurzaam verpakken. Het is een institutie in Rotterdam. En dat is een hele grote kennisbron. Zo ik opgericht met een verpakkende bedrijfsleven. Die hadden wij opgericht. Je moet die verpakkingen duurzamer gaan maken. Daar zit echt heel veel expertise. Ook over de toekomst. Want je kan dan een slechte verpakking, maar als je het goed kan recyclen, dat is al beter. Ja, zeker. Ja. Okay. Ik zou daar gaan kijken als ik jou was. Oké, dankjewel. Nee, volgens Statiegeld, ik ben regelmatig in Litouwen, heel vaak. Dan betaal je voor elk blikje en elk rindflesje een dolfje. Ja. Dat vind je er over een hele zelf. Je vindt er geen een op straat. Nee, ik weet het. Maar, wat ik zelf zei, het minimumloon is gewoon €450. Mm-hmm. Dus mensen die hebben zo €2 Statiegeld nodig. Ja. Ik denk dat ze het hier niet doen, zo'n dolfje. Dat moet ik niet zien. Nou, we hebben daar dus onderzoek naar laten doen. En voor die grote flessen is 25 cent, dat werkt in ieder geval. En voor de kleine flesjes hebben we laten uitzoeken dat wij ongeveer 15 cent, dat mensen daar ook genoeg incentive hebben. Omdat, eerlijk gezegd, ik zie ook mensen gewoon de prullenbakken rommelen. Ja. Ze knijpen ze plat, er wordt gewoon geteld. Af en toe is het een beetje triest. De juppie die daar al mee kan, is een beetje rijden. €400. En als je nooit gewerkt hebt, dan krijg je maar €100 in de maand en een telefoonstaantje. Ja. Dan zie je op het platteland. Daar een heel klein kraampje met een paar maatjes en een paar dingetjes. En ik weet bijvoorbeeld in Zweden dat het achterlaten van blikjes met statiegeld, dat daar ook echt gebeurt als een soort van charity. Goede doelen, van je laat dat gewoon expres achter voor mensen die dakloos zijn. Of in plaats van iemand die op straat muziek aan het maken is, dat je hem mijn geld geeft, geef je dan het beste blikje. Nou ja, ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment hier in Nederland gaan doen. Ik ben er ook weer mee bezig, met hele andere velden als. Maar in mijn jeugd gaan het koffels, zelfs in de zee, een stuk bier, melk, dat 2000 mensen voor hebben gedaan. Ja. Vuilnisemmer, dat was ook alleen afslag. Maar zit jij dan ook met Coca-Cola, of komt Coca-Cola en dergelijke ook bij jou om te lobbyen? Nou, dat doen ze via Stichting Afval van Verpakkingen. Ja. Dus dat is hun brancheorganisatie eigenlijk. Gaat daar al gaat daar die percentages heen van al die bedrijven? Ja, en zij betalen dus gemeentes daarvan een zwerfafvalvergoeding. En daarvan kunnen ze dus een deel van de kosten voor het opruimen van het zwerfafval kunnen ze daar uithalen. En nu met die subregellijn gaat het dus veranderen. Ja, want nu is het zo dat het alleen voor verpakkingen is. En met die subregellijn komt dat dus ook op ballonnen, op sigarettenpeuken, op zakjes. Dat blijft eigenlijk. Maar wordt het verwerkt in de prijs voor de consument of wordt het verwerkt in de, voor de retailer of voor de producent? Ja, dat is natuurlijk hoe die producenten dat zelf oplossen. Ja. Kijk, ik verwacht dat ze dat wel op een bepaalde manier gaan doorbelasten aan mensen. Precies. Ja, dus daar zie je ook dat systeem van producentenverantwoordelijkheid. Nee, eigenlijk betaal je al vooraf voor het goed verwerken en goed verwijderen van dat product. In Rotterdam heb je ook een paar van die acties gehad. Van Sven, hoe heet hij? Hoe heet het nou? Ook zo'n zwerfafvalproject. En dan in een bepaalde wijk doen ze een pilot. En dan zie je overal ineens bakken staan. Oh, van Nederland Schoon. Ja. Maar dan denk ik van dat kost een hoop geld allemaal. En dat wordt dus betaald door het afvalfonds, denk ik. Ja. Maar dat... het wordt ook een beetje gebruikt om de overheid soort van de mond te snoeren, lijkt het wel. Zo van, wij doen dat al, dus we gaan geen statiegeld doen, want wij zijn al goed bezig. Dat is over dat statiegeld, dat is super interessant geweest. Want het is dus heel lang zat die statiegelddiscussie zat op slot. Nee, dat was heel erg politiek. Mensen waren het echt niet met elkaar eens. De meer rechtse partijen zeiden, statiegeld, dat is echt onzin en zielig voor de supermarkten. Dan moet allemaal... supermarktruimte inleveren en dat hoeft helemaal niet, dat statiegeld is onzin. Ja, en uiteindelijk is er nu, ik denk een jaar geleden, is er een doorbraak gekomen in dat hele statiegelddebat en heeft onze minister
research gezegd, oké, als het statiegeld zou zijn, zou je deze recycledoelen halen en deze inzameldoelstellingen. Best bedrijfsleven, jullie krijgen 2 jaar de tijd om te bewijzen dat jullie zonder statiegeld dezelfde doelen kunnen behalen. En lukt je dat niet, dan komt het statiegeld. Dus wij gaan alvast wel beginnen met de voorbereiding van het... Uiteindelijk is het zeg maar dat jullie de statiegeld bij de producenten en die zou het kunnen doorbelasten aan de consument. Met de statiegeld is het een... Het komt bovenop de prijs in de supermarkt, dus ze gaan iets minder cola verkopen. Dat is het gevaar. Of wij gaan hem meer voor betalen. Nee, met statiegeld betaal je gewoon. Ja, in die deposit betaal je en dan krijg je het terug als je het... Maar ze zijn bang dat ze minder gaan verkopen, toch? Ja, maar door statiegeld ga je niet minder verkopen. Je krijgt gewoon alleen maar... Waar zijn ze dan bang voor? Kijk, waar er angst voor was voor statiegeld, is dat je moet allemaal uniforme flessen hebben, zodat ze in dezelfde inzamelbakken passen. Dus je hebt minder vrijheid in marketing. Nou, marketing is natuurlijk echt de duivel voor duurzaam omgaan met plastics. Daar waren ze bang voor. En voor supermarkten, die waren heel erg tegen statiegeld, omdat zij dus allemaal winkelruimte op moeten geven. En het proces moet faciliteren, denk ik ook. Ja, dus voor hen zit er echt wel veel werk in en ook een deel van de kosten. De supermarkten zijn niet blij. Maar nu komt het zelf, zij redden dus lessen. Ik ga eruit kijken, maar dat zit dan hier. Dit voorjaar wordt het besluit genomen. Dat het dan gaat voor de zomer. En dan zou het er voor de zomer... Nee, het besluit wordt genomen. Er moet nog een laatste meting worden gedaan. Wat we doen is meten telkens hoeveel plekjes en verfafval je gaan. En elk half jaar hebben we dat gedaan sinds we daar met elkaar kwamen. Dan ergens voor de zomer wordt het besluit genomen. Oké, dat staat er. Komt er. We hebben alle wetgeving al voorbereid. Dus in principe kan het dan de procedure in. Maar het duurt een jaar voordat het besluit. Volgend jaar zomer zou het kunnen dat het regent. Ja. En bijvoorbeeld, stel je belasting met plastic flesjes volledig plastic. Denk je in de vorm van plastic, van een plastic. Stel je bezaakt van karton en er zit een deel bioplastic. Want hoe zou je dat doen? Hoe is de richtlijn nu? Voor de subrichtlijn gaat echt over alle verpakkingen. Ja, het is een geweldig materiaal. De waterkarton met een plastic laag. Bijvoorbeeld over de koffiebekers. Dat zijn zowel gewoon volledig plastic koffiebekers als kartonnen bekers met een plastic laagje erin. En dus ook de bioplastic varianten. Dat is eigenlijk ook gewoon plastic in plaats van plastic. En wordt die dan bijvoorbeeld, stel ik eens maar 5% plastic, als je heel karton doet, reduceer je het uiteindelijk wel de totale hoeveelheid. Belast je dus ook minder daarmee? Systeem bij NS-stations. Dan zit je overal bij NS-stations gewoon een beker ergens voor 50 cent uit kan halen en die overal weer kan inleveren.
Ik schrijf mee. Oh, jij wel ook. Ga je elkaar uitnodigen? Ja, dat is goed. Voor het een of het ander. Dat is helemaal goed. Kan je op een gegeven moment gewoon het schrijverscircuit ingaan? Ja, ja, ja. Yes. Maar er staan nog allemaal vrouwen in de rij voor de wc. Nee, nog maar eentje. Kunnen we nog wat drinken? Moeten we weer... ja, maar dan kom je tijdens het presentatie, want ik zou wel... Oké, dan wacht ik nooit. We moeten naar beneden om even een drankje. Ja. Loopt flink uit? Zo meteen. Omdat we... Ja, oh ja, dat is waar. Ja, zo was Joeri, zeg jij beginnen? Ja. Oké. Okay. Oké, we gaan weer verder. We hebben nog een vol programma af te werken namelijk. Oké, deze is hier. Oké. We gaan verder met waar we net gebleven waren. Maya vertelde ons over het als laatste. Maya vertelde ons als laatste over het plastic pact. En als het goed is gaat Taco Kingma daarmee verder. En Taco woont in Gouda. Werkt in Amersfoort, heeft hij me net toevertrouwd. En hij is manager Sustainable Business bij Friesland Campina. Hij stelt milieudoelen voor Friesland Campina en werkt aan het behalen ervan. Hopelijk niet in zijn eentje. Hij ontwikkelt groen beleid
en initiatieven die de nadruk leggen op het juiste gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Heb ik dat goed gezegd? Ja. Mooi. Oké, succes. Goedenavond, dank voor de uitnodiging. Op voorhand excuseer ik mij, gaat niet zo hard dit ding, of wel? Op voorhand excuseer ik mij voor Engelstalige sheets, maar die dingen worden bij ons altijd intern allemaal gedeeld. En ik heb heel veel niet-Nederlandstalige collega's, dus vandaar. Voor ik het over plastic pakt heb, moet ik een paar dingen zeggen over hoe wij in verpakkingen zitten. En wat de verpakkingen voor ons betekenen. En dat alles begint bij ons bij melk. Wij zijn een coöperatie, 18.000 boeren op 12.500 Nederlandse, Duitse en Belgische boerenbedrijven. En die produceren melk. En die melk die verwaarden wij, zeggen wij dan, die vullen wij af en daar maken we heel veel producten van. Maar melk is een ongelooflijk nutriëntenrijk en nutriëntenintensief product. Een hele hoge voedingswaarde. Past ook uitstekend in een gebalanceerd dieet. Schijf van 5. Maar het is ook een heel bederfelijk product. Melk is niet zo lang houdbaar. En wat wij eigenlijk altijd continu doen, dus eigenlijk het bestaansrecht van ons bedrijf, zit in het iedere keer vinden van die balans tussen het verstrekken van goede en betaalbare voeding en de milieudruk die ermee gepaard gaat, om dat in balans te houden. Koeien hebben de neiging om te winderen en te boeren tijdens het proces van dat van grasmelk gemaakt wordt. En dat levert CO2-uitstoot op. En voor de rest van de keten ook, maar het belangrijkste zit op de boerderij. En zijn we heel erg aan het werk om dat in balans te krijgen. Maar dat is waar we eigenlijk de afgelopen 20, 30 jaar continu mee bezig zijn om hier steeds stappen in te zetten. En dat noemen wij sustainability van gras tot glas. Van de boer tot aan de tafel. Er zit heel veel programma op, heel veel deeltrajecten zitten erachter. En één daarvan is natuurlijk verpakking. En verpakking is voor ons een mondiale uitdaging. We zijn een internationaal bedrijf. We verkopen heel veel ook in Afrika en Azië. En natuurlijk in Europa. Maar verpakking, het verduurzamen van verpakkingen en het materiaal van verpakkingen hebben ons een zeer, zeer hoge prioriteit. En als we naar die verpakkingsketen kijken, ziet het nu ongeveer zo uit. We gebruiken heel veel olie om plastic te maken. Klein beetje, we hebben wel biobased, zoals we dat noemen. Hè. Ja, het zit plastic. Ja, het gedraagt zich als plastic. Maar nee, er hoeft geen olie voor gebruikt te worden. Overwegend wordt er houtolie voor gebruikt. Houtolie komt vrij bij de papierproductie. En we verzamelen plastic, we gebruiken plastic, we maken verpakkingen, we verzamelen het. Het wordt ingezameld door consumenten. Het wordt gesorteerd en er wordt overwegend wat we zeggen gedowncycled. Er is maar een heel klein stukje wat gerecycled wordt, dus dat zijn die statusgeld petflessen. En voor de rest wordt het niet echt gerecycled in verpakkingen. En het mag ook niet, want er is wetgeving die dat verbiedt. Kom ik straks op. En in al die stappen in het proces verliezen we. En om dat te verbeteren, zijn er een aantal dingen die nodig zijn, vinden wij. Wij vinden dat het aandeel van de fossiele input in het maken van verpakkingen lager moet. We vinden dat wij een grote rol hebben te spelen in het reduceren van plastic, maar ook van plastic types. Hoe minder plastic types er zijn, hoe makkelijker straks het sorteren is. En wij praten dan ook over design for sorting. Maak verpakkingen nou zo dat ze ook goed gesorteerd kunnen worden. Want hoe beter je kunt sorteren, hoe beter je over kunt recyclen. Nou, dan ligt inderdaad, wat Maya vertelde, bij de gemeente dan de verantwoordelijkheid om in te zamelen. En dat kan soms beter. Wat ik net hoorde van Rotterdam, iemand vertelde dat in de pauze. Of jij vertelde dat. Nascheiden is een uitstekende methode. Want consumenten maken helaas fouten. Maar het is voor de consument ook volstrekt onduidelijk hoe in hun gemeente ze moeten bronscheiden of voorscheiden. En de ene gemeente is wel anders dan de andere gemeente. Dan komt sorteren. Er gaat heel veel verloren in het sorteerproces. Uiteindelijk, als we aan het recyclen toekomen, dan zullen er heel veel, en dan zie je ook heel veel nieuwe ontwikkelingen, waardoor er ook veel beter recycled kan worden. Om dit te verbeteren, is ook precies de reden waarom wij in de plastic pak zitten. Als het gaat om de eerste fase, dit is even onze doelstellingen. Al onze pakken die moeten recyclebaar worden. En hernieuwbaar, zoals we dat noemen. Dus geen fossiele grondstoffen meer gebruiken. En die ketensamenwerking, met partners in de hele keten, die is belangrijk
om uiteindelijk plastic of überhaupt verpakking circulair te maken. Mijn collega's van R&D hebben een programma ontwikkeld, het heet Respect, waarop verpakkingen rationeel fact-based afwegingen gemaakt kunnen worden voor de ontwikkeling. En dan gaat het over, inderdaad over recyclebaarheid, maar gaat ook over voedselverspilling. Vergeet niet dat zuivel is heel kwetsbaar. En 98% van een pak melk, van de footprint van het pak melk, is product en niet verpakking. Dus food waste voorkomen is ongelooflijk belangrijk. Het gaat ook over CO2, het gaat ook over fossiele brandstofgebruik, maar ook over landgebruik. En al die variabelen van verpakkingen zitten in het programma, zodat we ook op basis van rationele informatie de beste beslissingen kunnen nemen. Nou, er zijn een groot aantal projecten komen eruit voort. Dit zijn de belangrijkste projecten. We hebben een recyclebare kaasverpakking kunnen introduceren. We komen de komende maand met papieren rietjes. Recyclebare pouwtjes, in Nederland heb je het niet zo. Maar met name in Azië verkopen daar heel veel van. En dat is daar een enorm probleem. Dus die moeten recyclebaar gemaakt worden. Nou, recyclebare petverpakkingen en kartons. Nederland is een kartonland. Hè, dus de meeste zuivel gaat in kartons. Heel veel plastic laagje. Anders zou het product uit de verpakking weglopen. Dus dit zijn de 5 grote projecten die daar voor ons uit voorkomen. Waarom een plastic pakt? Als je kijkt naar de Europese plasticmarkt, 40% van alle plastics wordt gebruikt voor verpakkingen. 75% wordt gebruikt voor voedselverpakkingen. Dus als je plastic circulair wil maken, dan moeten we uiteindelijk van verpakking naar verpakking kunnen recyclen. En dat kan nu maar heel beperkt. Wat ik net zei, het kan alleen voor PET. Omdat we niet goed kunnen sorteren, omdat er vanwege het feit dat we niet goed kunnen sorteren, goed kunnen recyclen, risico's hebben op het gebruik van voedselcontact. Dus daar kan verontreiniging in zitten. En daardoor zijn er ook wettelijke belemmeringen. Dus als we goed kunnen sorteren en goed kunnen recyclen, dan kunnen we ook die wettelijke beperkingen opheffen. En dan kun je niet alleen PET, maar ook PP en PE, dus zijn de andere grote stromen in verpakkingen, kunnen we gaan recyclen. Maar dat kan alleen maar als we in de keten gaan samenwerken en als we gaan innoveren in die keten. Want die plastic keten, die moeten we sluiten. En dat is precies nou de reden waarom wij dat plastic pak getekend hebben en ook geholpen hebben om het tot stand te brengen. Waarom wij het de Ellen MacArthur Foundation heeft een heel stuk geschreven van zo zien wij circulaire plastics. Waarom we dat ook ondertekend hebben. En ook waarom mijn collega van R&D in het bestuur zit van het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics. Want daar gaan we nou juist experimenteren met op industriële schaal zo goed mogelijk sorteren van verpakkingen. Dus met name deze twee zijn voor ons ongelooflijk belangrijk. Samenwerking in de keten en het werken aan perfecte sortering om die keten te kunnen sluiten. En daarom doen we dat. En ik hoop dat het binnen de 10 minuten was. Ja, heel netjes gedaan. Dankjewel, Taco. We hebben nog wel ruimte voor 2 vragen. Even kijken, ik heb zelf 1. Je zei, Nederland is echt een drankkartonland. Hoeveel procent van jullie verpakking is drankkarton? Als je kijkt naar de totale zuivelmarkt in Nederland, dan is 2/3 van het volume gaat in drankkartons. Maar die zijn denk ik heel moeilijk te recyclen. Nee, op zich niet. Het wordt nu heel hard, ze wordt nu ingezameld. En gerecycled in Duitsland. En er wordt nu door 2 bedrijven geïnvesteerd in recyclingcapaciteit in Nederland. In Heerenveen en in Limburg. Nou, op zich zijn goed te kijken wat er gebeurt. De drankkarton, er wordt in water gegooid, zeg maar, heel zwart-wit. Dat papier dat verpult, die PE, dat laagje, dat blijft drijven. Dat gaat eraf en gaat naar de plastic recycling. En het papier gaat naar de papierrecycling. Dus het is op zich prima te recyclen. Maar dat dunne folielaagje is te recyclen? Dat is gewoon PE, dat is plastic. Dat is prima te recyclen, ja. Alleen niet in verpakking, omdat het op dit moment niet mag. Daar worden stoelen van gemaakt en wat je ja, ziet. Kijk, uiteindelijk, hè, wat je niet kunt, je kunt niet een verpakking waar verf in gezeten heeft en een verpakking waar voedsel in gezeten heeft, bij elkaar in 1 stroom brengen. Dus je moet zo sorteren dat die dingen uit elkaar gehaald worden. En waarom verbanden jullie niet die drankkartons uit jullie assortiment en doe je alles in petflessen, doorzichtig plastic? Nou, petflessen heeft eerst een veel groter milieu dan drankkarton.
Qua kost gaat het ook niet lukken. Want het drank, het is historisch gegroeid sinds 60 jaren. Het is de meest efficiënte verpakking qua ruimte en transport. Maar ook de meest goedkope verpakking. En de meest milieuvriendelijke verpakking voor een drank. Dus ja, daar wint geen petfles van. Geen enkele fles trouwens. Oké. Dacht, nou heb ik hem. Ja. Heel snel. Vroeger waren die drankkartons, die kon je gewoon openvouwen. Ja. En nu zit er altijd zo'n witte dop op. Ja. Ik kan die niet gewoon weer af. Hey. Ik kan je vertellen, dat levert de nodige interne discussies op, dat zeker. Waarom zit er een dop op? Die dop zit er sinds 2006 op. Ik was marketing manager Campina toen die dop opkwam. Dus het is mijn schuld. Nou, niet helemaal. Wat er gebeurt is dat de consumenten wilden een dop. Ja, u niet, hè? U niet. Maar op dat moment wilde 80% van de consumenten wilden een dop. Al die Lidl hadden een dop. Nou, dus de goedkoopste markt in Nederland had een dop. Dop heeft een aantal voordelen. Praktische voordelen, want je kunt een open pak kun je neerleggen in de koelkast. Maar veel belangrijker, zeker voor melk, een dop maakt dat melk langer houdbaar is. Wat we zien, als je kijkt naar voedselverspilling, zuivel is een grote verspillingscategorie. En ongeveer de helft van de verspilling in zuivel komt door melk. Melk is vrij kort houdbaar, is door de dop een aantal dagen langer houdbaar dan voorheen. En waar melk heel gevoelig voor is, is voor wat noemen we geurbesmetting. Als je een pak openvouwt in de koelkast neerzet, dan vouw je hem dicht, dan geuren van uien en van alles in de koelkast ligt, dat trekt in die melk. Wat gebeurt als consumenten die melk niet meer lekker vinden, dan gooien ze die melk weg. En die milieudruk van food waste is veel groter dan de milieudruk van de dop. Zelfs Milieu Centraal zegt dat we de dop moeten houden. Oké, ik ben nou ook een beetje overtuigd. Ik vond het ook een beetje vies, zo'n vlaapak en dan ging het zo aankoeken. Dus op zich valt waar, er wat voor te zeggen. Ja, goeiedag, Arjan Niessen, fysisch geograaf. Ik ben benieuwd hoe bijzonder Campina is ten opzichte van uw concurrenten of conculega's in Nederland. In welk opzicht? In dit tekenen van het plastic pact. Of het u gelukt is om uw conculega's mee te nemen of bent u voorloper? Nou, wij zijn voorloper. Heel vaak heeft duurzaamheid ook te maken met schaal. Wij kunnen in één keer vanwege onze schaal een aantal beslissingen makkelijker nemen dan een kleinere aanbieder. Ik had heel graag, we zijn nog een aantal grote aanbieders in Nederland ook, heel graag die collega's meegehad aan de tafel bij Plastic Pact. Maar niet iedereen wil dat. Domweg. Zo simpel is het. Nou, goed dat jullie het hebben. Misschien nog één ding. Wij kunnen concurreren keihard met onze concurrenten op merk. Wij vinden dat onze producten lekkerder moeten zijn. Wij vinden dat onze merken consumenten een beter gevoel moeten geven dan de merken van concurrenten. Duurzaamheid, dat noemen wij pre-competitief. Toen wij met dat biobased of dat hernieuwbare pak kwamen, met nieuwe plastic, toen konden wij dat exclusief krijgen. Daar moesten ook voor betalen, maar dat wilden we ook niet. Maar toen hebben we gezegd, nee, we willen het niet exclusief hebben. Wij willen namelijk dat onze concurrenten, maar ook de huismerken, zo gauw mogelijk hierin meegaan. Nou, huismerken doen het niet, want het kost een cent per pak meer, dus dan doen retailers dat niet. Maar wij willen gewoon dat het zo gauw mogelijk verbreedt. We willen wel graag de eerste zijn. Dat vinden we belangrijk. Maar we willen wel zo gauw mogelijk dat het verbreedt. Wij gaan niet concurreren op duurzaamheid, liever niet. Even over het plastic pact. 2025 zijn er doelen gesteld. Ja. Ik las ook dat de kritiek was dat er geen sancties aan verbonden zijn. Het is meer een soort samenwerkingsafspraak. Wat zeg jij daarop? Ja, wij hebben geen sancties nodig om het werk te doen. Kijk, het plastic pact dat is een groep van 75 koplopers in Nederland. Inmiddels zijn het geloof ik 80 of 85. En die koplopers hebben de ambitie om de keten te sluiten. Daar heb je geen sancties voor nodig. Hm. Wat we wel nodig hebben, is dat er een aantal randvoorwaarden komen waaronder we die keten kunnen sluiten. Dat perfect kunnen sorteren. Maar ook innovaties in bijvoorbeeld chemisch recyclen, dat is keihard nodig om die keten te kunnen sluiten. En we willen graag dat de overheid dat faciliteert. En de overheid heeft ook daar budgetten voor te beschikbaar gesteld. Nu zijn we bezig met het opstellen van een Europees plastic pact, om dat breder te trekken. Dat wordt, als het goed is, op 6 maart getekend. Maar we hebben geen sancties nodig om die doelstellingen te halen. Heel goed.
En hoe ziet dat de samenwerking eruit? Komen jullie eens in de 2 maanden bij elkaar? Nee, wat je ziet gebeuren is dat er gewoon op een aantal deelonderwerpen dat er projecten ontstaan. Hè, bijvoorbeeld dat Nationaal Testcentrum Circulair Plastic, daar zitten wij in, daar zitten jullie ook in, Unilever zit er ook in. Daar zit een aantal sorteren zitten daarin. En met z'n allen gaan we proberen die perfecte sortering voor elkaar te krijgen. Dat vinden we ook met z'n allen. Dus het is bedrijven door de keten heen, dat zijn verpakkingsproducenten, dat zijn wij verpakkers, dat zijn sorteerders, zijn recyclers. En die gaan met z'n allen kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Dus jullie komen in verschillende projectgroepen bij elkaar? In verschillende projecten komen we. Dat Circo wat Maya vertelde, dat speelt ook daar een rol in. Om bedrijven te helpen in het designen van hun verpakkingen. En zeker, wat we eigenlijk hopen, is dat met dat plastic pakt, ook kleine ondernemingen die niet getekend hebben, wel kunnen meetrekken daarin. Kijk, wij hebben een flinke R&D-afdeling. Wij hebben mensen die zelf verstand hebben van kunststof en verpakkingen, die verpakkingen ontwerpen. Er zijn een heleboel kleine bedrijven die niet hebben. En voor die bedrijven is zo'n Circo of een ander, of zo'n Field Lab, waar Unilever ook in zit, is hartstikke belangrijk om die bedrijven te helpen om mee te komen. Dus je hebt koppen, maar je moet, als je geen peloton hebt, heeft koppen geen zin meer. Snap je? Dus, daar wil ik het graag bij laten. Dankjewel voor je verhaal en succes met je. Succes met de duurzame missie van Friesland Campina. We gaan door naar een andere belangrijke speler in de markt. Uit ons eigen Rotterdam, Unilever. Hilda ten Brink en Erin Groot-Hermsen. Een applaus alstublieft. Ja? Jij bent Hilda. Erin. Oh ja, sorry. Ja. Bijna. Erin Groot-Hermsen is Global Marketing Manager. Bezig met de consumentenbelangen binnen de grote transformatie naar duurzame verpakkingen. En Hilda ten Brink is Global Supply Chain Director. Dus volgens mij niet de minste, als ik zo die titel mag zien. Verantwoordelijk voor de transformatie naar duurzame verpakkingsmaterialen binnen Global Foods and Refreshments. Willen jullie allebei een microfoon? Wat is handig? Nou, we gaan niet tegelijkertijd praten, maar... zou okay, ja, we gaan niet tegelijkertijd praten. Oké, afgesproken. Okay. Succes. Oké. Nou, sowieso ontzettend leuk om hier te staan vanavond voor jullie allemaal. Ook om alle voorgaande verhalen te horen. En ook goed om te horen dat ons verhaal hier eigenlijk heel goed bij aansluit. Want ook Unilever zegt dat wij van een lineaire naar een circulaire economie moeten gaan. En Hilda en ik nemen jullie graag daar een beetje verder in mee. Even kort over onszelf. Ik ben Erin. Ik ben Global Marketing Manager voor het merk Knorr. Dat is ons grootste voedselmerk binnen Unilever. Maar ook, misschien wisten jullie dat niet, het is het 3 na meest gekozen merk wereldwijd. Na Coca-Cola en Colgate. En we zijn eigenlijk praktisch overal ter wereld verkrijgbaar. En je kunt je dus voorstellen om al die verpakkingen overal ter wereld duurzaam te maken. Dat is echt een flinke taak. En dat is een van de mijne. En mijn naam is Hilda ten Brink. Ik werk al heel wat jaartjes bij Unilever. Momenteel in de supply chain, maar ook al flink wat jaren in de R&D. Dus ik ben een echt technisch persoon. Ik ben ook een hele trotse moeder van momenteel een ziek kindje thuis. En ik hou ontzettend veel van buiten zijn op, in en onder in het water. Dus ja, dit ligt heel nauw aan mijn hart. Maar ik zal wel vertellen, het hoorden jullie ook al van onze collega's hiervoor, medesprekers. Het is een behoorlijk lastig probleem om te tackelen, zeker ook technisch. Als er erin begint, dan pak ik het daarna weer over. Oké, iets meer over Unilever. Even kijken, nou, make sustainable living a common place. Dat is de purpose van Unilever. En daarmee bedoelen we eigenlijk dat duurzaamheid is eigenlijk het kompas voor onze businessvoering. En eigenlijk zeggen we zoveel als, van we moeten duurzaamheid wel centraal stellen, willen we langetermijn groei kunnen bereiken. Want uiteindelijk over 30 jaar wonen we hier met 9 miljard mensen op deze planeet. En om een comfortabel leven met z'n allen te kunnen leiden, dan zullen we dat binnen de grenzen van de natuur moeten blijven doen. En natuurlijk is plastic hier een belangrijk onderwerp in. En ik hoef niet uit te wijden waarom dit belangrijk is, want het is al genoeg gedaan vanavond. Maar Unilever als grote speler op de markt met veel alledaagse producten, worden 2,5 miljard keer gebruikt per dag, moet hier natuurlijk ook zijn verantwoordelijkheid innemen. En die rol hopen wij vandaag een beetje verder uit te leggen.
Maar daarin eigenlijk, en dat hebben we vanavond ook al vaker gehoord, is dat wij geloven wel dat er een rol is voor plastic. Want plastic op zichzelf is een heel goed materiaal. En daar hoop ik later ook een beetje meer over uit te wijden waarom we dat vinden. Maar de plek van plastic is absoluut niet in onze straten, rivieren en de zee. En daar gaan wij zeker onze verantwoordelijkheid voor nemen. Waar is die plek dan wel? Nou, niet verrassend. We hebben het al vaker gehoord, de circulaire economie. En daar zullen we later wat meer voorbeelden voor geven voor hoe wij dat aan het aanpakken zijn momenteel. Het begon allemaal in 2017 toen Paul Polman als eigenlijk een van de eerste in de industrie in Davos aankondigde dat Unilever in 2025 helemaal over zou gaan op recyclebare, herbruikbare of composteerbare verpakkingen. En wat eigenlijk helemaal past binnen het plastic pakt, maar daar zijn we al een tijdje mee bezig. Ook hebben we gezegd dat we met onze plastic verpakkingen zullen we 25% uit al gerecycled materiaal bestaan. Maar we weten ook dat dat niet meer genoeg is en dat we meer moeten doen. Dus daarom zijn deze commitments zijn versterkt met een aantal nieuwe. En dat is eigenlijk dat we ook nu zeggen van het plastic wat we aankopen, de helft daarvan mag niet meer nieuw zijn of virgin materiaal. Dus dat moet al uit bestaand materiaal komen. Maar ook daarbuiten, niet alleen bestaand materiaal, ook zeggen we een derde daarvan moeten we op de een of andere manier compleet elimineren. Dus manieren vinden om zonder plastic bedrijf te kunnen voeren. En dat is best lastig met voorgaande verhalen. Maar als we onszelf deze doelen niet stellen, dan kunnen we ook niet leren om creatief hiermee om te gaan. En dus dat zou dan neerkomen in de komende 5 jaren op een vermindering van zo'n 100.000 ton plastic. Nou, en dan, het is een hele drukke slide, maar eigenlijk hier aan de linkerkant heb ik eigenlijk net al eventjes bij stilgestaan. Dat zijn wat wij intern kunnen doen als bedrijf zijnde om het plastic probleem tegen te gaan. Maar wat ook al vaker is aangestipt vanavond is dat wij, je kunt dit niet alleen vanuit je ivoren toren doen. Je kunt dat niet vanuit ons hoofdkantoor in Rotterdam beslissen. Nou, vanaf nu gaan we alle verpakkingen recyclebaar maken. Want vervolgens moet het ook wel gerecycled worden. En zeker Hilda en ik zijn allebei bezig meer op mondiale schaal. En dan hebben we in Nederland tenminste nog een recycle-infrastructuur. Maar eigenlijk in het merendeel van de wereld is dat er niet. En dan kun je overgaan naar recyclebaar materiaal. Maar vervolgens moet dat ook wel dan vervolgens ook weer terug in het systeem komen. En daarom hebben we nu een extra commitment erbij gezegd. Dat wij dus meer ophalen en verwerken dan aan plastic dan dat we verkopen. En dat is lastig, want dat betekent dat ook buiten onze huidige invloedssfeer gaat. Dat betekent dat we de juiste partnerships moeten gaan opzoeken. Maar alleen door dit soort extreme doelstellingen ook te stellen, leren we ook om creatief te zijn. Nou, en dan, ik heb het ook al vaker gehoord en ik hoor jullie eigenlijk denken. Waarom gebruik je eigenlijk überhaupt plastic? Eigenlijk zijn daar heel veel verschillende redenen voor. En Taco heeft er ook al wel een aantal genoemd. Maar plastic is ook een heel mooi materiaal voor andere belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen. Zoals het behalen van minder CO2-uitstoot. Dus juist door onze verpakkingen sterk lichter te maken, hebben we daar enorme stappen in kunnen maken. Houdbaarheid. Nou, melk is niet het enige wat niet lang houdbaar is. We hebben dankzij onder andere plastic materialen kunnen we producten zo maanden tot soms wel eens jaren bewaren. En dat is ook, heeft een gigantische impact gehad op voedselverspilling. Wat ook een ontzettend grote lever is, om even die Engelse woorden tussendoor, binnen duurzaamheid. Het is een materiaal wat op grote schaal verkrijgbaar is. Zeker met een bedrijf als Unilever, waarbij we het hebben over tonnen aan plastic. Of aan materiaal wat nodig is. Dan heb je ook een materiaal nodig wat er op een grote schaal beschikbaar is. En zijn er ook lang niet zoveel materialen wat diezelfde eigenschappen heeft als plastic. Wat op zo'n grote schaal aanwezig is. En wat ook op zo'n efficiënte manier geproduceerd kan worden. Dat het ook betaalbaar blijft. Want we zijn ook een bedrijf wat er is voor mensen van eigenlijk alle lagen van de samenleving. Waar dan ook ter wereld. En dat betekent dat je dus ook moet verpakken in een materiaal wat je product betaalbaar houdt. Voedselveiligheid. Dat is misschien in Nederland misschien een iets minder
iets minder belangrijk onderwerp. Nou ja, je gaat merken als het dat niet meer is. Maar bijvoorbeeld in Indonesië is het feit dat een verpakking gesield is met plastic, dat is eigenlijk een soort van kwaliteitssymbool. Van, oh, hier zitten gelukkig geen beestjes of andere gekke dingen in. Dus plastic heeft ons ook ontzettend geholpen om voedsel veel veiliger te maken dan het was. Ja, het is multifunctioneel, je kan het op allerlei verschillende manieren gebruiken, van duikpakken tot aan voedselverpakkingen. En het is duurzaam in de zin van dat het sterk is en lang meegaat. De consument verwacht wel degelijk actie van ons. En dat ik als marketeer weet dat als geen ander. Ik ben dagelijks bezig met eigenlijk het belangenbehartigen van onze consument. En die verwacht wel degelijk actie. Maar die verwacht ook iets anders. En dat is allereerst, ik ga boodschappen doen en eigenlijk, wat wil ik eigenlijk eten vandaag? Nou, dat is eigenlijk de eerste zorg. Dus eigenlijk als gemiddelde consument gaat winkelen, gaat hij eerst, wat wil ik eten? Welke smaak wil ik? Of welke smaakjes vind ik lekker? Wat wil ik eraan betalen? Hoe past een product in mijn dieet? Met bijvoorbeeld geen gluten of vegan of noem het maar op. En dan eigenlijk komen dus de vragen als van hoe is dit eigenlijk verpakt voor een gemiddelde consument? We hebben uitzonderingen daar gelaten gezien vanavond. En dan vervolgens dan gaan ze ook kijken naar gebruikersgemak. Dus kan ik iets makkelijk kwijt in mijn keukenkastje? Kan ik iets makkelijk meenemen? Is het niet te zwaar als we alleen maar glazen potten in onze tas moeten doen? Dat is ook niet ideaal. Is het makkelijk in gebruik als ik het in mijn pan schenk en dergelijke? En dat zijn allemaal dingen waar je als research and development, zoals we het noemen, als we nieuwe producten maken, daar moet je wel allemaal rekening mee houden, want anders dan wordt je product sowieso niet gekocht. Maar daarbovenop komt nu een hele duidelijke zorg en dat is, ik maak me ontzettend zorgen over het begon eigenlijk allemaal met ik zie al die foto's van schildpadden zich verslikken in plastic. Ik zie dat het allemaal tragisch is. En nu steeds meer begint ook van, ik twijfel ook eigenlijk wat plastic doet met mijn gezondheid. Hoe zit dat eigenlijk met al die kleine deeltjes? En ik twijfel eigenlijk wel of plastic wel zijn plek verdient in deze wereld. En daar moeten we gewoon naar luisteren, ook als producent zijnde. En daarbij komt ook dat, ook al hebben we hier een taak met z'n allen om dit probleem op te lossen. Voor de gemiddelde consument is het ook van, ja, jullie zijn de producent. Jullie zetten dit eigenlijk ook in de supermarkt op deze manier. Ik heb geen keus. Dus de actie moet bij jullie liggen. En dat is hoe consumenten ook tegenaan ligt. Nogmaals, waarom we ook dit ontzettend serieus moeten nemen. Maar ook de consument tegelijkertijd, die vindt er dus wel degelijk wat van. Maar is ook ontzettend de weg kwijt in alle verschillende termen. Dus met bioplastics, met composteerbaar, met biologisch afbreekbaar. En het is gewoon één grote zee aan wat je eigenlijk aan verschillende termen rondom duurzamer materiaal. En daarom zeggen wij ook als Unilever, laten we die verantwoordelijkheid wegleggen bij de consument. En laten wij zelf gaan kijken naar hoe wij dus inderdaad meer kunnen kijken naar circulaire systemen. Dus daar hebben wij een programma voor. En het programma noemen wij Less Better No Plastic. Klinkt allemaal heel simpel. We doen gewoon minder, we doen gewoon wat beter en we doen het gewoon helemaal niet. Dat klinkt vrij eenvoudig, maar ik kan vertellen technisch gezien vanuit innovatieperspectief, maar ook vanuit een netwerkperspectief, omdat we zo'n grote footprint hebben, is dat een enorme hoofdbreker. En dat kunnen we ook zeker niet alleen. En daardoor hebben wij partnerships nodig. We hebben zeker upskilling nodig. Dus zowel in ons bedrijf, maar ook daarbuiten. Mensen moeten begrijpen waar we het over hebben. Mensen moeten dat binnen en buiten begrijpen. En we doen ook veel aan advocacy. Dus dat is eigenlijk het hele programma. En dat wordt gedragen vanuit de business. Dus het is niet alleen maar een technisch programma. Hier zitten wij met ons hart en onze passie in. Om jullie een aantal voorbeelden daarvan dan te geven. En ik denk niet dat jullie deze kennen, want dit wordt bijvoorbeeld gedaan in de UK en in de US. Als je het nu over plastic hebt, dan hoor je heel vaak, oh, laten we er helemaal weer weg van gaan en laten we terug naar het oude melksysteem. En dat we dan gewoon weer, weet je wel, de melkboer als het ware onze potten opkomen laten halen. En dan hebben we daar een logistieke cyclus omheen. Nou, dat hebben wij ook en dat hebben we voor AXE.
Bijvoorbeeld momenteel lopen en voor onze DOF, dat is allemaal geen etenswaar. Dus dat doen onze andere divisies waar Erin en ik niet voor werken. En dan kan je inderdaad je spullen bestellen, zoals een DOF en zoals een AXE. En dan wordt dat aan huis geleverd. Zodra het op is, worden je lege containers meegenomen. Die zijn niet van plastic, mooi van metaal. En dan worden ze daarna schoongemaakt en weer hervuld. Dus dat is een van de systemen die momenteel waar wij exploratief echt mee bezig zijn. Andere systemen is om gewoon wat minder plastic te hebben. En deze zullen jullie waarschijnlijk in Nederland, misschien, ik weet niet, heeft iemand deze gezien in het schap? Nee? De BioSolero? Biologisch? Die is dus wrapperless. Dus daar zitten de ijsjes allemaal in hun eigen vakje in het doosje. En die is hier op de markt geweest en daarbij zijn we echt exploratief gaan kijken. Dus kunnen wij dat zonder die wrappertjes, zoals wij dat noemen, eromheen. Maar er wel aan denkend dat we in ieder geval, dat mensen zeker weten dat er niemand aan heeft gezeten en dat ze ook niet met elkaar in contact zijn geweest. Dus dat is een van de manieren waarop wij kijken om onze plastic te reduceren. Een andere is concentratie. Dat je kleinere verpakkingen krijgt, dat doen we al jaren. Dus de verpakkingen worden kleiner, dat zien jullie waarschijnlijk zelf ook op de schappen. Vroeger had je van die enorme wasmiddelpakken. Nu reduceren we de hoeveelheid, concentreren we het. En maken we de verpakking ook meteen kleiner. En dat is überhaupt beter voor het milieu. En dan de laatste. Deze is vrij nieuw en dat zijn refill systemen. Dus deze zijn ook al op de markt waarbij je de mooie spuitfles kan houden en het concentraat erin kan doen, kan aanlengen zelf met water. En eigenlijk een beetje hetzelfde idee naar concentratie toe gaan. Minder plastic betekent ook refillen en reuse. En in alle eerlijkheid, dit zijn echt nog modellen waarmee we een beetje aan het exploreren zijn. Kijken hoe dat precies werkt. En wat je dan ziet zijn refillstations in stores. We zijn aan het denken over een soort mobiele dispensing. En ook verkoopmachines, vending machines. Dit is voor ons zeg maar best wel nieuw terrein. En daar kunnen we zeker niet alleen mee aan de slag. Want daar heb je ook je retailers voor nodig waar wij verkopen. Dus dit zal je waarschijnlijk nog niet in de markt hebben zien staan. Omdat dit ook echt vernieuwend is voor ons. Maar het zijn echt andere businessmodellen waar we naar aan het kijken zijn. Dit is een eentje die jullie waarschijnlijk vrij snel hier op de markt zullen gaan zien. Al in Noord-Amerika. Daar zijn we inderdaad over naar post-consumer recycled of post-consumer resin. Dus al onze Hellmann's mayonaise flessen zijn daar al van gerecycled materiaal. En die komt hier ook op de markt binnenkort. Dan heb je natuurlijk Seventh Generation. Dat is ook gerecycled. En Love Beauty and Planet. Dus dit zijn allemaal systemen, dat is commercieel standaard available. En dat is ook echt iets waar wij op inzetten en zo snel mogelijk willen accelereren. Dus alles wat al mogelijk is in de markt, een standaard is en commercieel verkrijgbaar is, dat willen we zo snel mogelijk doorzetten. En wat we natuurlijk het liefste zouden willen zien, is dat de consument ook daarin meegaat. Want wij zijn allemaal, dat werd al in de eerste presentatie genoemd, het is niet alleen wij die om moeten, maar iedereen moet hierin meebewegen. Dus als wij zomaar de boel omzetten, en dat zag je met die Hellmann's fles, eigenlijk zie je het verschil helemaal niet. Die flessen lijken allemaal op elkaar. Dus dan moet je het maar op het label ergens in kleine print of grote print kunnen zien van, oh jeetje, dit is gerecycled materiaal. Dit is dus een voorbeeld waarbij we gerecycled materiaal hebben genomen, maar er zitten hele kleine spikkeltjes in. Die zijn gewoon nog van het materiaal, dat is hoe we het aankopen. En die noemen we beauty spots, past ook helemaal bij DOF. Zodat je de consument ook mee kan nemen in het verhaal. En daarbij ook kan zeggen, help ons mee recyclen. De Lipton Iced Tea, als je naar een festival bent geweest. En de Domestos Eco Pack, waarschijnlijk niet gezien, want die verkopen we niet hier. Nog 2 minuten. En zoals gezegd, het belangrijkste is dat we niet alleen maar technisch doen wat we horen te doen en wat we willen doen en wat we moeten doen, maar dat de consument daarin ook compleet meegaat. En zoals gezegd, dat doen we niet alleen. Dat doen we met een heel groot aantal partners binnen de keten. Omdat wij inderdaad geloven dat Make Sustainable Living is waar wij achter staan als bedrijf. Dank jullie wel. Fijn dat jullie achter een duurzame wereld staan. En dank dat jullie jullie verhaal wilden delen. Kort verhaal, kwartier, maar een stuk eigenlijk te kort voor Unilever.
Maar ja, de avond is nou eenmaal vol en het was wel heel leerzaam en mooi compact. Er zijn vragen, denk ik. Jij bent al een keer geweest. Ook productontwerper? Nee, geen productontwerper. E-commerce, ook bij kinderwagenmerk. Mijn vraag is er sinds dat Polman weg is en Ellen Hope als nieuwe CEO is aangetreden, is er iets veranderd in jullie sustainability goals en in jullie manier van werken hierop? Op het gebied van plastic eigenlijk zijn ze alleen maar verder aangescherpt met de komst van Ellen Job. Dus die enorme samenvatting slide die je net zag, waarbij we dus eigenlijk juist ook nu committeren naar meer partnerships, waarbij we eigenlijk onze 2025 doelen nog verder hebben aangescherpt, dat komt eigenlijk allemaal uit zijn zak. Ja. Microplastics lees je veel over, dat dat ook mooi in beautyproducten zo zit. Hoe is dat bij jullie eigenlijk? Lekker van die schuurbolletjes in je shampoo en zo. Over microplastics in cosmetica. In Nederland is het in ieder geval zo dat ik geloof 97% van de producenten hebben zich gecommitteerd aan het verwijderen van microbeads uit hun cosmetica producten. En er wordt nu gewerkt aan Europese regelgeving over het verbieden überhaupt van bewust toegevoegde microplastics aan alle soorten producten. Dus zowel cosmetica, maar ook aan schurende reinigingsmiddelen. Er wordt bijvoorbeeld ook gesproken over van, hey, wat doet nou bijvoorbeeld voetbalvelden met die korreltjes erop. Dus daar komt de Europese regelgeving voor. In alle eerlijkheid, omdat wij voor de Foods and Refreshment divisie werken, zou ik daar geen goed antwoord op dit moment over hebben. Dus als iemand dat zou willen weten, dan mag geen microbeads in food, gelukkig. Nee. Maar ja, tegenwoordig ook wel, toch? Door vissen en zo. Karel. Mag ik ook een vraag stellen? Dank jullie wel, dames. Ik ben heel benieuwd, die ambitie die jullie hebben om in 2025 meer op te halen dan jullie produceren, goed te onthouden. Kun je daarover uitweiden? Wij zijn heel druk bezig met partnerships qua collectie. En we hebben vorig jaar een aantal pilots gedraaid. Niet in Nederland. Dit doen we echt in de delen van de wereld waar het probleem echt nijpend is. Dus dan praat je over Zuidoost-Azië en India. En daar zijn we inderdaad naar collectie aan het kijken. Maar ik kan je wel vertellen, ja, dit is een behoorlijke uitdaging. Dat voelen we zelf ook. En we hopen ook dat anderen meegaan hierin. Want dat is wat het eigenlijk werkelijk circulair gaat maken. Maar aan het kijken naar collectie, hoe moet ik me dat voorstellen? Dat we echt partnerships maken met grotere bedrijven, die je ook op de vorige slide zag. Ik weet niet hoe ik terug kan gaan, zo. Daar staan dus inderdaad grotere partners zoals Veolia op. En daar zijn we inderdaad mee aan het praten over hoe je collecties kan opstarten. In India hebben we bijvoorbeeld al 5000 ton aan sachetjes opgehaald in een eerste pilot. En daarbij worden mensen dan goed betaald. Daar zit een hele constructie aan met traceability. Want ja, het klinkt verschrikkelijk. Maar aan de ene kant lijkt collectie hartstikke mooi. Want hier leveren we allemaal onze petflessen in. Maar als je zo direct allemaal kinderen hebt die plastic lopen op te halen voor, God mag weten, een cent per kilo. Dat willen we ook niet. Dus we willen niet het ene probleem, zeg maar, oplossen en dan een ander probleem creëren. Daarom zijn we daar ook voorzichtig mee en zorgen we echt dat we met partners werken waarbij die hele keten ook helemaal transparant, open en traceable is. En hebben jullie een idee van hoeveel procent van je verpakkingen zijn niet recyclebaar? Ja, even kijken. Nou, ik weet het wel van Knor natuurlijk. momenteel, onze grootste uitdaging zit hem in de sachets. We zagen hem ook al terugkomen bij Friesland Campina. Die zijn op dit moment multilayer flexible. En dat is 40% van onze wereld verpakkingen. En daar zijn verschillende oplossingen voor mogelijk. Maar opnieuw, het is niet zo makkelijk als dat het lijkt. Want in principe zou je kunnen zeggen naar recyclebaar betekent. De definitie van recyclebaar zijn betekent eigenlijk. Het moet technisch gerecycled kunnen worden. Maar het moet ook op grote schaal gerecycled worden. En daar zit dan vaak het probleem. Want je kunt best wel een materiaal maken wat technisch recyclebaar is. Maar dan kom je opnieuw op. Maar je hebt die partnerships nodig om daadwerkelijk het recyclebaar zijn te kunnen claimen. En dat maakt het zo ontzettend ingewikkeld. Sterkte, succes met
Hey, ik snap dat het moeilijk is. Eentje nog. Jij zei dat de verpakkingen kleiner worden, want dat is beter voor het milieu. Maar volgens mij is het andersom. Hoe groter de verpakking, hoe minder verpakking per inhoud. Dus hoe minder verpakkingsmateriaal nodig hebben voor de inhoud. Dus het lijkt mij ook dat het commercieel interessant is om de verpakkingen zo klein mogelijk te maken. Want dan verkoop je meer producten. Ik snap de logica, dat klopt ook, maar het is ook wat je wil verkopen. Dus als je voor een gezin van 4 iets verkoopt of voor iemand die alleen is, dan kan je wel hele grote verpakkingen met veel erin gaan verkopen, maar dat moet ook wel verbruikt worden. Dus nogmaals, je wil niet één probleem oplossen en dan het andere probleem creëren dat je een heleboel weggooit. Dat is inderdaad wel een hele mooie paradigm shift, zoals je het noemt. Want inderdaad, we zijn steeds kleiner gegaan. En er zijn inderdaad gesprekken die we nu hebben binnen. Van, moeten we niet eigenlijk alles veel groter maken en veel groter verkopen? Dus je hebt wel gelijk en we denken er ook aan. En bedankt voor het idee. Oké, applaus voor Unilever. Dank jullie wel voor het spreken. Ze zijn er zo meteen nog voor vragen. We lopen een klein beetje uit, zoals jullie zien. Excuses daarvoor. Wij gaan door naar de laatste spreker van vanavond. Jongens uit mijn eigen Rotterdam weer. Met een start-up met een belangrijke oplossing. Dat is verpakkingsvrije boodschappen die aan je voordeur worden bezorgd. Unilever noemt net al Loop. Het heeft gelijkenissen daarmee. Een applaus alsjeblieft voor Jury Schoenmaker. Excuses, Schoenmaker toch? Jury Schoenmaker. Schoenmaker. Oh, een gekke naam eigenlijk. Schumacher. Ah. Een soort vernederlands-Duits. Pieter Pot. Tot voor kort heette ze nog puur bezorgd. Vertel ik. Ah, vertel je ze, oké. Nou, ik wil vertellen. Nee, ga je ook vertellen. Dat ga je ook wel vertellen. Succes. Dank je wel. Dank je wel, Raymond. Leuk om hier ook te zijn. Martijn en ik hebben samen Pieter Pot opgericht. En voor ons natuurlijk belangrijk, wij komen uit Rotterdam. En voor ons marktonderzoek is het even natuurlijk goed te peilen wie van jullie al van Pieter Pot gehoord hadden. Dus even vingers. Oké, nou dat zijn er aardig nog wat. Dat is een goed teken. Ik bedoel, we moeten nog voet aan wal zetten in andere steden, maar goed om te zien. Waar begonnen we allemaal mee? Wij geloven dat we eigenlijk de duurzame opties voor alle keuzes voor consumenten de standaard optie moeten maken. Het moet net zo makkelijk zijn als de niet duurzame optie. Maar dat blijkt nog wel eens lastig zijn. En bepaalde merken doen dat volgens ons heel goed. De vegetarische slager maakt het makkelijk voor degene die net wel van dat vlees houden en het smaakje of het standaard gerechten. Maken dan een vegetarische variant van. Want sommige mensen die gaan die vegetarische weg, maar sommigen hebben daar moeite mee. Maar dit maken zij makkelijk. Tesla maakt het makkelijk voor de mensen om een elektrische auto te kopen. Tenminste, de mensen die het kunnen veroorloven. Want het is gewoon een enorm sexy sportauto. Dus degene die normaal een Porsche koopt, konden nou ineens een Tesla kopen, daarmee spotten en ook nog eens elektrisch. Dus dat is een win-win. Tony Chocoloni, misschien niet op het gebied van milieu, maar slaafvrij. Ze waren de eerste met de smaak caramel zeezout, precies. Daar koos iedereen voor. Lekker chocola. En ik doe ook nog eens goed, want het is ook slaafvrij. Dus het was een cadeautje die je naar iedere verjaardag meenam. Dus wat was nou, wij zochten eigenlijk, wat is nou de duurzame optie als standaard optie voor boodschappen doen, voor verpakkingen? Die is er volgens ons niet. Maar ik wil even een testje met jullie doen. Wie van jullie heeft er al groene energie? Nou, ook een standaard optie. Je kiest op de website voor een ander knopje en je hebt groene energie. Wie van jullie heeft er al een duurzame bank? Kijk ook, heel veel. Wie van jullie willen graag af van plastic verpakkingen? Oké, en hou nu je hand omhoog allemaal. We willen allemaal graag af van dit, hè? En wie van jullie gaat op reguliere basis naar verpakkingsvrije winkels? Met je eigen potjes en zakjes waar je alles verpakkings kan krijgen. Kijk, en dit zijn er maar een paar. En die paar mensen zijn heel goed bezig, maar het gros van ons kost dit te veel moeite, hè? Met je eigen potjes daarheen vullen en weer terugsjouwen. Dus dit is waar Martijn en ik mee begonnen. Er is nog een stap te maken in de duurzame optie, standaard optie te maken in het boodschappendomein. Andere merken zijn heel goed bezig in andere domeinnamen, maar wij willen deze challenge aanpassen. We willen dit, maar dit is te veel moeite. Dus voor ons zit hem in de eco-venience. We geloven dat het eco-friendly moet zijn en convenient. Anders gaat de massa van de consument het niet doen. En alleen als we de massa meekrijgen, maken we grote impact.
Dus dit is ons doel, dit is onze missie. En nou, wat zagen we in de trends? Online supermarkten groeien. Die maken het nog makkelijker je boodschappen te doen. Lekker online bestellen. Picnic groeit. Maar die bezorgen natuurlijk nog wel in verpakking. Albert Heijn doet dat zelf ook. Dus het is wel een trend. Dit brengt het gemak. En toen dachten we, oké, maar wat was vroeger dan de manier? Vroeger had je de melkman. En dat werd net al genoemd bij Loep. En de melkman bracht je fles melk aan je deur. Maar nam je lege fles weer mee terug. Die zij waste en opnieuw gebruikte. Dat is eigenlijk een verpakkingsvrije manier, want je hebt gewoon een circulaire verpakking die rondgaat. Maar hij bezorgt ook nog eens, en dat is dat gemak wat mensen tegenwoordig steeds meer willen die online boodschappen doen. Bij Picnic en de Albert Heijn en nog wat merken. Dus toen dachten we, zit daar niet die e-convenience in? Wat nou als wij de melkman zijn, maar dan voor alle boodschappen? Nou, dat was ons idee, maar als je als ondernemer, een idee is eigenlijk nog niks waard. Het gaat pas om de uitvoering, want je kan wel een leuk idee hebben, maar pas als consumenten ervoor gaan betalen, als klanten het gebruiken, dan word je een bedrijf en kan je het ook op de lange termijn volhouden. Dat was trouwens ook bij die verpakkingsvrije winkels. In 2015 popte er een heleboel op, heel veel media-aandacht, alle consumenten schreeuwden ja, dit willen, binnen een jaar failliet. Er waren niet genoeg consumenten. Dus wil je als bedrijf impact maken, moet je ook kunnen blijven bestaan. Dus wat wilden wij als eerste testen? Oké, wat willen consumenten dan echt als het om verpakkingsvrij gaat? Willen ze de lokale boodschappen, dus je hoeft niet meer naar de bakker, de slager, de groenteboer. Maar die kun je lekker op één platform bestellen en krijg je verpakkingsvrij bezorgd. Misschien is dat wat mensen triggert. Dus wat deden wij? Voor een paar euro kochten we een domeinnaam, lokaalbezorgd.nu. Ontwierpen deze flyer en dachten, oké, hiermee kunnen we testen hoeveel mensen dit interessant vinden. Maar we gaan wel verschillende proposities testen. Dus we hadden nog een flyer die zei, misschien willen mensen boodschappen binnen de dag thuis bezorgd krijgen. Want de huidige bezorgdiensten bezorgen de volgende dag. Maar stel, je zit nou in de trein naar huis en je bestelt je boodschappen en binnen 2 uur zijn ze thuis. En dan nog verpakkingsvrij. Misschien is dat wat mensen echt willen. Misschien maakt het niet zoveel uit of het nou direct of lokaal is. Misschien gaat het gewoon om al je boodschappen verpakkingsvrij. Dus daar hadden we de domeinnaam puur bezorgd menu. En voor direct bezorgd hadden we direct bezorgd menu. Kostte allemaal een paar euro. 500 flyers geprint. Gingen de trein in tussen Leiden en Rotterdam en randomly die flyers verspreid. Waarmee we konden tracken hoeveel mensen gaan naar die verschillende websites. Hoeveel mensen scannen die QR-code, hoeveel mensen typen die website in. Wat bleek, de derde flyer kreeg 3 keer zoveel tractie als de andere 2 flyers. Dus 3 keer zoveel mensen gingen naar die flyer naar de website toe. Dat gaf ons inzicht, oké, het hoeft niet per se lokaal te zijn, het hoeft niet per se direct, het moet gewoon verpakkingsvrij zijn. En zo, op deze manier, hebben wij onze start-up eigenlijk steeds een stapje verder ontwikkeld. Op dit moment hadden we nog niks. Maar we gingen wel meten, oké, hoeveel mensen gaan dan naar die website? Vervolgens, als men op de website kwam, kregen ze deze standaard page. Kun je ook zelf ontwerpen met een tool als Wix. Hoef je geen techneut voor te zijn. En net als Picnic zei, hey, wil je weten of we al bij jou bezorgen? Vul hier je postcode in en check het. En dan konden we een tweede stap meten. Zijn mensen gewoon geïnteresseerd, hoor, dat ziet er wel interessant uit. Of zijn mensen eager, hey, bezorgen ze ook bij mij. Dus een tweede meting. En meer konden we zien, de mensen die van die derde flyer kwamen, waren 2 keer zoveel mensen die ook klikten van, oh, ik wil weten of jullie bij ons bezorgen. Nou, wat gebeurt er als mensen die adres invulden en erop klikten? Helaas, sorry, we bezorgen niet bij jullie. Want we bezorgden nog helemaal nergens. We hadden helemaal niks. Maar dit is valideren. Dit is hoe je als ondernemer een idee tot uitvoering kan brengen en eerst kan peilen van, moeten we hierin investeren, moeten we hier tijd en geld in gaan stoppen. We zeiden nog wel van, wil je weten wanneer we wel bij je bezorgen, vul je dan je adresgegevens in. En we zeiden ook, sorry, we zijn aan het ontwikkelen, we zijn dit idee aan het uitvoeren. 100 e-mailadressen al verzameld, zonder dat we iets hadden, die we vervolgens kwalitatief konden gaan interviewen. Oké, wat wil je dan precies, welke boodschappen, gaat het om vers, gaat het om houdbaar, et cetera. Dus zo zijn wij eigenlijk stap voor stap verder gegaan. Toen dachten we, oké, hier zit wel wat in. Als we 100 mensen hun adresgegevens achterlaten, we hadden interviews gedaan, mensen willen dit. We gaan het gewoon doen, we gaan het gewoon proberen. In Rotterdam gooien we een website online, tenminste ja, die website is overal te zien. Maar we zeiden alleen in Rotterdam. Waarom Rotterdam? Martijn en ik wonen in Rotterdam. Ik was net verhuisd en er was nog 1 kamer in ons huis, die was nog niet ingericht. Die heb ik vriendelijk verzocht, van mogen we die even gebruiken als warenhuis. Dus dat was tijdelijk ons warenhuis, echt vanaf de zolderkamer. IKEA wekpotten gekocht, die zijn enorm goedkoop ook. En bulkgoederen ingekocht, in eerste instantie bij de macro, de Sligro, daarna een stapje groter, dus 10, 20 kilo zakken rijst, pasta, et cetera. En dan gewoon gaan verkopen. Kijken, willen mensen dit? En dan moet je het nog allemaal zelf gaan bezorgen natuurlijk. Dus zo begonnen we.
een fixed gear fiets zonder versnellingen en wat potten. We wonen net onder de Erasmusbrug, als je Rotterdam kent, net het zuiden. De meeste bestellingen zijn natuurlijk in het centrum, dus ik moest de Erasmusbrug op zonder versnelling met glazen potten. Was wat lastig, dus de eerste investering die we hebben gedaan was een tweedehands bakfiets, een elektrische bakfiets, die dat proces een stuk makkelijker maakte. Maar dit was eigenlijk pas onze eerste echte investering, een stapje. Deze categorieën boden we aan, dus al je voorraadkastproducten, je noten, je pasta, je broodbeleg, je olijfolie. En nou, zo werd dat opgepikt op social media, nou Zero Waste Nederland, je hebt Elisa gehoord. Die pikken dat natuurlijk mooi op, geven ons een heel mooi bereik. En mensen tagden elkaar, werden heel blij en gingen ook een challenge aan welke stad we hierna naartoe moesten. Dus mensen zeiden, kom naar Emmen, nee, kom naar Utrecht, nee, Breda, nee, Dokkum, nee, Eindhoven, Haarlem. Gans of weer inzicht van, hey, meer mensen willen dit. Niet alleen Rotterdammers. Mensen maakten ook veelvuldig foto's van de potten. Dat gaf ons ook weer gratis marketing. Op een gegeven moment hebben we dit selfies genoemd. Selfie, maar dan voorraad. We hadden ook stickers in het begin, want we dachten, branding is belangrijk. Hè. Mensen moeten over ons horen, maar ja, dat zijn plastic stickers. Dus wij moesten ook leren. Die moesten er natuurlijk al snel af. Ze dus hebben nu oplosbare stickers, de etiketten, want er moet natuurlijk wel informatie op staan die verplicht is. Toen begonnen ook mensen ons te benaderen, studenten die graag wilden bijdragen, die graag een stage wilden lopen. Nou, toen werden we echt een team, de vier dames in het midden waren stagiaires die graag wilden helpen. Toen dachten we, oké, nu is het een stapje om wel misschien een bedrijfje van te maken. Dus Puur Bezorgd heette het als leftover van die test. Hebben een klein warenhuis in Rotterdam ingericht, 50 vierkante meter, waar we in deze dispensers hebben geïnvesteerd, waar al die bulkgoederen in kunnen, waar we vervolgens de potten vullen. Nou, hoe werkt dat dan? Je gaat naar de website, dat kan op je laptop of op je mobiel. Je kiest de producten die je wilt en kunt zelf kiezen maat S of S of M pot. Wij vullen de potten met jouw boodschappen, komen ze bij je thuis bezorgen. Jij geniet van je producten in de keuken. En de volgende bestelling, dat we langskomen, nemen we je lege potten weer mee terug. En zo zijn we eigenlijk precies dat circulaire systeem. Dus hier nog eens maar gevisualiseerd. En op dit moment kopen wij dus bulkgoederen in grote zakken. Voornamelijk papieren zakken, 20 kilo. Helaas nog niet allemaal. Sommige leveranciers leven nog in biologisch afbreekbaar plastic. Pas als wij meer consumenten hebben, groter inkomen, kunnen we meer druk uitoefenen op die leveranciers om dus groter in te kopen. Maar dat doen wij stapje voor stapje. Net als Tony Chocoloni onderweg naar slaafvrij is, zijn wij onderweg naar een volledig verpakkingsvrije keten. Want in de toekomst, als wij heel groot inkopen, dan laten wij gewoon direct onze dispensers vullen bij de producent. Of komt er een enorme tank met olijfolie aan die op ons systeem eindklikt. Maar daar zijn wij dus als het ware naar onderweg. Nou, wij bezorgen het bij je thuis, halen het weer op, was het en gebruiken het opnieuw. Nou, toen rond augustus pikte de media ons op. Eerst voor de Wereld van Morgen van ASM Bank kennen jullie waarschijnlijk wel. En als de media je oppikt, dan volgt iedereen elkaar, dus toen het AD. En toen werden we door RTL gebeld. Goh, willen jullie morgenavond om 19:30 op het journaal, op het avondjournaal, op de tv? Nou, oké, misschien is goed. Dus dat wil ik jullie item graag laten zien. Kunnen jullie ook zien hoe het er een beetje Granola uitziet? Granola 127, kan je die vullen? Ze bestaan nog maar een half jaar, toch bezorgen ze al bij 250 gezinnen de boodschappen. Op dit moment al je houdbare boodschappen, dus eigenlijk alles wat in je voorraadkast staat, van rijst tot noten, tot je koffie, tot je thee, die bezorgen wij in wekpotten. En als die wekpotten leeg zijn, worden ze opgehaald, omgespoeld en opnieuw gevuld. En net zoals vroeger melkboer met flessen melk, brengen wij nu de potten met rijst en pasta. Goedemiddag, Puur Bezorgd. Dit is verpakkingsloos en dat vind ik eigenlijk wel heel belangrijk. Nu gooien we jaarlijks 494 kilo afval per persoon weg. En daarvan gaat ruim 200 kilo de verbrandingsoven in. Afval scheiden is goed, maar minder afval is beter. In plaats van 100 kleine pakjes rijst, kopen wij één grote bulkhoeveelheid van 100 kilo rijst. En daarmee besparen we al die kleine verpakkingen. Maar al die glazen potten rondslepen en uitspoelen, is dat wel beter? Karton kan immers ook hergebruikt worden. Je denkt bij papier natuurlijk, dat kan je recyclen. En dat is ook zo. Al het materiaal wordt perfect gerecycled. Maar bij de productie van papier, of dat nou nieuw papier is of dat gerecycled papier is, wordt heel veel energie gebruikt.
De afgelopen jaren probeerden meer verpakkingsvrije supermarkten het. Maar die sloten allemaal na een paar maanden al hun deuren. Het kostte voor consumenten vaak te veel moeite om daarheen te gaan met je eigen potjes. Het gedeelte van onze bevolking dat zo verantwoord leeft, dat ze heel ver willen gaan om verpakkingen te vermijden, dat is toch enkele procenten. Op termijn willen de Rotterdammers ook vers producten zoals vlees verpakkingsloos rondbrengen. Maar of dat nou zo'n goed idee is? Een verpakking bijvoorbeeld voor vlees houdt je vlees echt veel langer houdbaar. Hoewel het assortiment nog klein is, beloven ze hier dat ze niet duurder zijn dan de gewone supermarkt. Dat is natuurlijk een supermooi item. Ook goed wat die professor uitlegde, want er zijn natuurlijk heel veel recycle-opties, maar uiteindelijk kost dat altijd meer energie. En zijn we uiteindelijk qua CO2-footprint altijd een betere optie als je het hergebruikt. En dan wel van een aantal keren. Dus die pot gaat natuurlijk heel veel rond. Ook belangrijk wat hij zei, we zijn niet duurder dan de normale supermarkt. Hè. Wij willen het makkelijk maken en voor iedereen toegankelijk. We zijn niet duurder dan op het einde. De helft van onze producten zijn zelfs goedkoper. En ze kunnen natuurlijk niet een promopraatje over puur bezorgd houden. Dus ze moesten natuurlijk ook nog even kritisch zijn. Ik had gezegd, we gaan uiteindelijk alle producten doen. Toen zei ze, oh, dan gaan ze ook vlees doen. Nou, geen zorgen, we gaan geen vlees doen. Dat kunnen we niet in die potten stoppen en is ook niet altijd duurzaam. Maar goed, toen kregen we een heleboel tractie naar onze website. Dus toen heeft Martijn snel even zijn skills gebruikt om iets te programmeren. Namelijk een landelijke wachtlijst. Want je kent het natuurlijk van Picnic. Maar wij wilden natuurlijk ook al die mensen bij elkaar houden. Ook al wonen ze niet in Rotterdam. Dat we ze in de toekomst kunnen bedienen. Dus al snel stonden er meer dan 2000 mensen op de wachtlijst. Dus die pilot die we in Rotterdam deden als het ware, zoals we het noemen tussen maart en september, hadden we 800 bestellingen, 300 klanten, bijna 10.000 producten verpakkingsvrij geleverd en 30 tot 40 bezorgingen per weekend. Nou, dat is natuurlijk mooi en dat was een goede validatie, maar dit zijn geen aantallen waarvan je een duurzaam bedrijf kunt zijn. Als we deze aantallen zouden houden, dan leveren wij ook niet meer over een tijdje. Dus we moeten groeien en we willen ook meer impact maken. Dus hoe kunnen wij nou dat verpakkingsvrije standaard optie maken voor iedereen? We hebben een paar stappen voor ondernomen en gaan we nog een paar stappen nemen. Eentje is een sterk merk bouwen. We merken dat puur bezorgd voor de gemiddelde consument soms nog een activistische connotatie hadden. Maar wij zijn juist verpakkingsvrij, moet makkelijk, leuk, luchtig, vrolijk zijn en heel speels. Dus we zijn met een brandingbureau aan de gang gegaan die ons pro bono hebben geholpen. En te rebranden naar Pieter Pot. Veel speelsere naam. Het is ook een personificatie, dus Pieter Pot komt langs. En nou, dit zijn geen echte reclames, dit is Photoshop. We hebben nog niet het geld om dit te doen. Nieuwe website, nieuwe bakfiets, mooie investering en nieuwe social media. Ten tweede gaan we het bezorggebied vergroten. Hè, mensen, niet alleen Rotterdam, maar heel Nederland wil dat doen. Nou, hoe gaan we dat doen? Daar gaan we met bestaande bezorgdiensten werken. Wij hoeven niet de expert te zijn in het bezorgen. Laat andere partijen daar verduurzamen. PostNL is daar heel goed mee bezig. En als wij zelf in elke stad nieuwe fietsen, nieuwe warenhuis, dan zouden we net als Picnic 250 miljoen euro moeten ophalen. Dat hebben we helaas nog niet gelukt. Mocht het lukken, dan gaan we het wel doen. Dus overal waar PostNL komt, kunnen wij vanaf april leveren. Nou, daar hadden we natuurlijk wel wat geld voor nodig. Dus we hebben een crowdfunding campagne gedaan, waar we consumenten hebben gevraagd, je kan of een startpakket kopen, waarmee je in april je eerste boodschappenverpakkingsvrij krijgt, of je geeft ons een lening. Die was vrij succesvol, dus uiteindelijk hebben we bijna 3 ton opgehaald. Waarmee we definitief kunnen realiseren. Het doelbedrag was 150.000, dat was al gelukt binnen 5 dagen. En daarna zijn we er overheen gegaan. Dus dat was natuurlijk een feestje om te vieren. En toen kregen we daarna, waren we eigenlijk klaar met vieren. En toen kregen we nog goed nieuws, want toen kregen we nog een subsidie van 1 ton erbij. Van Rotterdam, gemeente Rotterdam, Citylab 010. En dus daarmee kunnen we dit daadwerkelijk gaan realiseren. Dus vanaf april kan mensen in landelijk bestellen. Nou denk je, dat is een heleboel geld. Maar ja, we moeten ook veel realiseren om het land te kunnen leveren. We moeten namelijk heel veel potten gaan aanschaffen, gaan vullen en in kratten stoppen. En we hebben de allersnelste schoonmaakmachine nodig, onder andere. Dit zijn allemaal operationele zaken die nogal wat geld kosten. Maar het gaat lukken. We gaan namelijk werken met sociale werkplaatsen. Sociale werkplaatsen in Rotterdam, stroomopwaarts, gaat die hele operatie voor ons doen. Dat is natuurlijk super gaaf. Hebben we ook nog op sociaal vlak een win. Ten derde gaan we assortiment vergroten. Je wil niet bij ons je voorraadkapboodschappen moeten doen en elders nog je verse boodschappen doen naar de Albert Heijn of de markt. Dus uiteindelijk willen wij al je assortiment aanbieden, dat je gewoon bij ons alles kunt bestellen. En ten vierde is het uiteindelijk natuurlijk zo makkelijk als jij onze potten in de Albert Heijn zou kunnen kopen. En ook andere merken zullen in onze potten zitten. Dit jaar gaan we al samenwerken met een van de partijen die je vanavond heeft gesproken. Mag geen namen noemen. Maar in de supermarkt zullen dan uiteindelijk ook onze potten te vinden zijn.
Dan moeten we natuurlijk wel een eigen pot hebben. We kunnen niet die pot, nu inmiddels kopen we niet meer bij de IKEA, maar wel bij een andere leverancier. Maar dat zijn standaard potten. Het moet natuurlijk een Pieter Pot-pot zijn. Dus wij zijn nu met een ontwerpbureau een eigen pot ontwerpen. En je moet dan denken aan deze iconische flessen. Jullie kennen de merken, kunnen jullie wel herkennen, zonder aan het logo. En dat is het idee wat wij gaan creëren. We gaan een Pieter Pot-pot creëren, die te herkennen is aan de vorm. En vervolgens mag er een product in zitten van merk X of merk Y of merk Z. En uiteindelijk kun je dan in de supermarkt in elk schap de Pieter Pot-pot pakken als de duurzame optie en de goede producten. Maar ook bij tankstation, et cetera. En wij zorgen voor die retourstroom. Dit is ook het idee, dat je, net als bij de beertender, dat je het logo van het merk voorop hebt, zodat je weet wat erin zit. Wil jij nou ook Pieter Pot in april aan je deur hebben? Dan kun je een startpakket kopen. Dan komen wij in april bij je aan de deur. En dat kan vanavond ook. Hier zullen wat mensen van Pieter Pot staan. Krijg je er nog een pot koekjes bij. En dan kunnen we samen mogelijk maken. Want daar is het ook, hè, wat u net zegt. Het is samen met de consumenten. Wij ook. Wij kunnen ook alleen bestaan met jullie als klanten. Dus laten we samen mogelijk maken dat iedereen zonder moeite afkomt van deze verpakkingen. Dankjewel. Dankjewel, Joeri. Mooi duidelijk verhaal. Eigenlijk heb ik geen vragen. Nee, grapje. Ik heb wel een paar vragen. Maar jullie ook. Toch? Daar is eentje. Juist. Hi, mijn naam is Geert. Ik werk bij een adviesbureau, niet op milieugebied. Waarom nemen jullie glazen potten en niet een ander soort pot wat misschien niet breekt of lichter is of weet ik veel wat? Ja, hele goede vraag. We zijn in dat ontwerpproces bezig en ik laat hier inderdaad een mooie foto zien van glazen. Het is nog niet bepaald dat glas moet zijn. Dus we zijn aan het kijken wat is de duurzaamste optie. Glas is wel heel goed schoon te maken. Het gaat ook om de... Maar goed, bepaalde plastics zijn natuurlijk lichter en kunnen soms, als ze maar veel meegaan, duurzame optie zijn. Het gaat ook weer om de consumentenperceptie. We hebben een onderzoek gedaan, samen met een groot bureau. En wat blijkt, mensen zijn nu gewoon anti-plastic. Dus ze willen ook gewoon niet dat plastic. Maar daar moet wel kritisch naar gekeken worden. Dus wij zijn aan het kijken. Goeie vraag. Als je met PostNL samen gaat werken, hoe ga je dan die potten weer ophalen? Als je het niet zelf kan doen. Ja, goede vraag. PostNL heeft een afdeling food services. Dat is ook extra gemakkelijk voor de consumenten, want die bezorgen in de avonden door de week. En wat we nu samen met hun aan het afstemmen zijn, en ik kijk even of ik dat mag zeggen, dat zij dus aan de deur even wachten als het ware. Wij zorgen dat we in de kratten bepaalde tasjes hebben zitten, jutezakken met wijnverdelers. Daar zitten die potten in. Die zullen ze aan de deur aan jou geven. En vervolgens kan jij meteen je lege potten teruggeven. Die meteen in die krat naar ons teruggaat. Dus PostNL doet sowieso aan retourstroom. Maar zo is het gemakkelijkst om bij ons weer terug te komen. Hier nog een vraag? Ja, voor je Raymond, volgens mij. Yes. Wat is je doel met grote supermarkten? Want als je daar een pot koopt, dan is het niet, wordt het niet bezorgd. Kan je het ook niet hervullen? Je koopt echt een nieuwe pot of een nieuw plastic. Wat is daar je droom in? Goeie vraag. Het is weer het idee van het circulaire systeem. Dus wij zorgen nog steeds voor retourstroom. Een optie zou kunnen zijn dat je die pot ook kan inleveren bij de Albert Heijn bij het statiegeld. Net als je kratje bier. Het is nog niet zeker of ze daarin mee willen. Dus wij gaan uiteindelijk voor die retourstroom zorgen. Dus wij zijn ook met dat ontwerpbureau aan het kijken. Hey, moet het een klikbare pot zijn? Dat als je er 6 thuis hebt, ja, ze aan elkaar klikt en zo aan PostNL meegeeft. En dat ze zo weer bij ons terugkomen. Dus wij blijven voor die retourstroom zorgen dat wij die potten altijd weer opnieuw gebruiken. Dus het is de bedoeling dat je die pot altijd maar tijdelijk thuis hebt. Voor je product en daarna weer terugstuurt. Okay. Dankjewel. Een hoop hobbels te nemen natuurlijk. Succes met het disrupten van de verpakking. Heel erg bedankt voor je presentatie. Graag gedaan. Dankjewel. Yes. Nog 5 minuten, dan zijn we klaar. De markt, we willen de ondernemers heel graag even kort naar voren hebben. Kom maar alvast naar voren, alstublieft. Little Plant Pantry, Do It Yourself Soap, Plastic Free Amsterdam en Sustainabox.
Zullen we ze een applaus geven? Ja, ja. Want deze ondernemers zijn natuurlijk ook bezig met een plasticvrije wereld. Ik stel voor dat jullie even in één of misschien twee zinnen kort vertellen wat je bij je hebt en waarom je hier staat. Is dit dan al gelijk de pitch? Of? Ja, dit is de pitch, ja. Okay. Ik had iets meer zin. Nou, mijn naam is Erika van Do It Yourself Soap. We hebben een winkel op de Van Wouwstraat en een webshop. Ik ben begonnen met een Do-It-Yourself pakketje in een webpot, dus dat is ook ons logo. Inmiddels hebben we ook heel veel kant-en-klare producten, want sommige mensen willen gewoon kant-en-klaar kopen. En we hebben eigenlijk ook een circulair systeem, dus mensen kunnen een product kopen. Je levert daarna je pot weer in, dan krijg je nog een korting. En bij je volgende aankoop krijg je dus die korting. En dan hergebruiken wij die pot, dus we gaan het schoonmaken. En we hebben een refill systeem ook, dus je kunt eigen shampooflessen. En we zien bierflessen van alles voorbij komen. Misschien kan je Unilever adviseren daarover. Ja, nou ja, ja zo'n, wat zij hadden in de presentatie van zo'n tankstation, dat hebben wij dus al. Dus ja, bestaat. Al 3 jaar trouwens. Ja. En even kijken, wat wil ik nog zeggen? Oh, ja, we doen workshops, dat is nog wel een heel belangrijk onderdeel, omdat wij er ook van mening zijn dat als we jullie leren om het zelf te doen, dan heb je maar één pot nodig en dan kan je die keer op keer weer gebruiken. Dus ja, dat was het. Dankjewel. Hallo, ik ben Ariana, dit is Rabon. We hebben samen Plastic Free Amsterdam opgericht. Dat is een webshop waarin je heel veel producten kan vinden, waardoor je plastic afval zoveel mogelijk kan verminderen. Dus denk aan producten voor in je badkamer, bamboetandenborstels, tandpasta in een glazen potje, ouderwetse scheermesjes. Maar we hebben ook bijvoorbeeld voor studenten, superleuk nu, zijn metalen sporks. Dus dan heb je die groene sporks die na een minuut afbreken niet meer nodig. Maar ook herbruikbare cups, broodzakjes. Dus in ieder geval, als jullie even een kijkje willen nemen, vragen hebben, we staan daar in de hal. Dankjewel. Goed zo. Hoi, mijn naam is Ruben Havert, ik ben medeoprichter van Sustainabox. En ik ben hier vandaag om te vertellen dat je blij en gelukkig wordt van een eco-lifestyle. Alleen de meeste mensen die denken bij een eco-lifestyle, die denken aan wat ze niet meer mogen. Hè? Mag niet meer vliegen, mag geen vlees meer eten, alleen maar tweedehands kleding kopen. Ik moet van alles, dus ik doe niks. Nou, wij zijn er eigenlijk voor om jou stap voor stap te helpen in dat proces. Om te laten zien dat het juist heel leuk, gemakkelijk en betaalbaar is om over te stappen naar een duurzamer leven. Dat doen we met ons membership. Daarmee laten we jou zien, horen, ruiken, voelen en proeven hoe blij jij wordt van een eco-lifestyle. Als lid zijn leer je samen met andere leden van onze content. Krijg je praktische tips en ontvang je iedere 2 maanden een verrassingsbox vol met leuke eco-producten en inspiratie. Wij staan daar, dus daar kan je ook lid worden. En we hebben nu een aanbieding dat als je lid wordt, dat je de personal care box met allemaal leuke verzorgingsproducten voor de helft van de prijs mee naar huis kan krijgen. Hi, I know it's 10 p.m. but this is going to be in English, sorry. my name is Flo and we are Little Plant Pantry, or LPP, so we're Amsterdam's first packaging-free, plastic-free, plant-based, so vegan bulk store with a vegan cafe, so we have all of those things combined. And we started in April 2019, so we're a relatively new company. We're close to the Kinkerstraat, so fairly central. We serve healthy ingredients in our cafe and also in our shop. So the idea is obviously a bulk store. You come in and you weigh your products and you can either get cotton bags or glass jars in the shop or bring your own and refill. We also encourage you to buy in bulk. So for example, we have 10% off on if you buy more than a kilo. And we have our own kind of cosmetic brand that we're working on. So we make our own soaps and lip balms and shampoo, anything you can think of, really. Yeah. And we have vegan cheeses and, sorry. Yeah. 2 sentences. Thank you. Little sorry. Plant Pantry. Sorry. And you were all together, right? We were all together, okay. Yeah. Now you want to say something as well? No, we're all together. Okay. Okay. Joke. Thank you for being here, ondernemers. Succes zometeen met de topdrukte die jullie kant op gaat komen. Applaus, ja. Leuk. End of the slideshow. Allemaal heel erg bedankt voor het komen.
Heel veel succes met jullie plasticvrije levensstijl. En wees kritisch. Maakt niet uit waar je werkt of waar je woont. Of kritisch mag je, nou niet te veel kritiek, maar in ieder geval op je werk zou ik toch wel vaak vragen stellen. We hebben bedankjes. Anne van der Veen, komt u naar voren. Anne van der Veen, Future Planet Studies, een van de organisatoren. Nou, allereerst wil ik namens de organisatoren onze sprekers bedanken, de stands bedanken. En we willen eigenlijk in het speciaal Jury bedanken, want we hebben dit samen opgezet met Jury van Pieter Pot. En we vinden dat de samenwerking ontzettend goed is verlopen. Vanaf het begin is eigenlijk gezegd, ja, we gaan nog heel veel obstakels tegenkomen en alles. Het gaat allemaal super lastig worden, maar volgens mij is het super vlekkeloos verlopen. Dus dankjewel en ik heb nog een klein cadeautje voor je. De sprekers mogen zo even naar mij toe komen. Jullie allemaal heel erg bedankt voor het spreken. Nog een groot applaus voor hun ook, alsjeblieft. Ja? Oh, nog één ding. Als je... je nog redelijk jong bent en van de zomer een mooie zeilreis wil maken. Onze partner Windseeker, die kwam net flyers brengen voor een zeilreis rond Europa met een van onze biologen aan boord. Ik heb ze hier liggen. Ja, dus, dankjewel, dankjewel. Geef je ook vrije kaarten weg? Oh, dat kan niet. Grapje, grapje. Oké, dankjewel iedereen. Markt is geopend, bar is beneden. Hele fijne avond en tot graag ziens. We hebben biologen gehad die stagiairs, die stageprojecten voor ons hebben gedaan, afstudeerprojecten, dus daar kunnen we over praten. Ja. Als jullie een master doet, bij mij. Wie is bij dat je een geest kan opschrijven? Stuur het maar gewoon. Dit persoon. Gewoon een e-mail. Ik heb geen idee wie ik nou mijn e-mail geef, maar zou wel goed zijn. Ja. Mag ik even meenemen? Ja, zeker. Ja, ja. Vegetarisch talsje. Ja, ik vond het super goed. Ja. Top, hartstikke bedankt. Okay. En dan hoor je zeker weten van mij. Tel. Ja, leuk je te moeten. Dankjewel. Ja, zeker, ja. En ik wil tot met 25.